voor de paar mensen die niet vastkomen, helemaal welkom. We hebben een hele goede start van de dag gehad, denk ik. Maar ik vind het heel erg fijn om hier een heel bijzonder programma-onderdeel aan te kondigen. Namelijk een gesprek. Een gesprek tussen Jelle Vos, ervaringsdeskundige van de Zuidwester, en Petri Herbers, onze hoogleraar. Ik ga soms een beetje draaien. Misschien omdat ik het leuk vind, maar ik heb altijd muziek. Nou, dit had ik enkel verteld. En hier gaan wij het vandaag met jullie over hebben. Maar wij dachten, het is wel leuk om te beginnen met even kort te zeggen wie we zijn. En waarom we dit eigenlijk heel erg bijzonder en leuk vinden om te doen, Jelle. Ja, het is fijn om te beginnen of zal ik beginnen? Ja, prima. Ja, ik ben Jelle van Vos, ervaringsdeskundige Stichting Zuidwester. Ik woon in Zevenbergen. Ik heb de opleiding vorig jaar afgerond bij Fonds Hogeschool Eindhoven. En sindsdien ben ik daarnaast ook sociale vaardigheidstrainer binnen de stichting. En sindsdien ben ik voor verschillende dingen gevraagd. Ook voor een eerder symposium in Utrecht. En ook voor trainingen en voor themadagen binnen de Zuidwester. En ik vind het gewoon erg leuk om dit te doen. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en die kreeg ik aangeboden. En nu zit ik weer op een symposium voor een grote groep mensen. En dat vind ik erg leuk. Valt goed, hè? Ja. Het is de tweede keer dat wij samen zo'n optreden, zo noemen we dat dan elke keer maar, dat we met z'n tweeën zo voor zo'n zaal mensen zitten. Ik vind het heel erg leuk om dit te doen, omdat, dat heb ik vorige keer ook tegen jou verteld, Jelle, dat ik merk dat het mij heel erg aanscherpt om dat wat we met elkaar proberen te doen, zo dicht mogelijk bij mensen te komen die een beperking hebben, dingen te ontwikkelen die mensen met een beperking ook echt belangrijk vinden en hun ouders belangrijk vinden, om dat ook echt zeg maar aan elkaar proberen duidelijk te maken. En toen we. En dat betekent ook dat het best spannend is, want als je een lezing geeft waar je weet welke slides je hebt, dus alleen weet van ik moet het in een uur doen, dan heb je het heel erg in controle, zo noem ik dat dan altijd maar. En iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik heel erg van controle hou. En die zegt van oké, ik bereid me altijd perfect voor en dan komt het altijd goed. En na ons eerste optreden reed ik terug naar huis en toen dacht ik van toen was ik echt heel erg blij. En heel erg gelukkig, en toen dacht ik van, Jelle heeft mij geleerd om dat ook een stukje los te laten en gewoon maar te kijken waar het gesprek heen gaat. En als het past, en dat doen we vandaag weer, dat ik een slide laat zien, dan laat ik een slide zien. En als het niet past, dan doe ik dat niet. En dan is het gewoon een heel erg mooi gesprek. Dus dat is onze insteek. Ik heb een leesbril en die pak ik, want ik zit met mijn rug naar het scherm. Wat jullie zien is dat wij het willen hebben over empowerment, zelfbepaling, autonomie. Hoe kom ik in mijn kracht? We gaan het hebben over hoe doe je dat dan? Dus welke competenties heb je daarvoor nodig? En we gaan het hebben over hoe doe je dat in partnerschap? Een term die wij met z'n allen heel graag bezigen. Maar hoe doen we dat dan ook echt samen? En wat is iets samen doen? Dat is een beetje de opbouw. Wat dat betekent is dat we elke keer een paar slides hebben. De blauwe doe ik en die doe ik soms snel en soms duurt die wat langer. En daarna komt er elke keer een groene en op die groene staan wat vragen. En dat wil niet zeggen dat we alleen die vragen met elkaar gaan beantwoorden. Maar dan geef ik Jelle het woord en dan gaan we met elkaar in gesprek. En ik hoop dat iedereen op een gegeven moment hardop zegt, oké, het is nog 10 minuten. En dan weten we waar we ergens in onze slides gaan komen. Wat denk ik mooi is, en misschien dat ik dan eerst even die twee slides moet doen, Jelle, is dat wat de
voorheen vanuit Transo en door Mark vanuit onze academische werkplaats gegeven, is dat wij proberen om mensen met een beperking in hun kracht te krijgen en ook de mensen die hen daarbij ondersteunen. Dus dat wil ook zeggen, wat Glenn natuurlijk heel mooi aangaf, ook begeleiders lopen tegen ingewikkeldheden aan. En als zij niet 100% achter de dingen staan die ze doen, dan wordt het voor de cliënten die zij begeleiden en ondersteunen ook heel erg ingewikkeld. Dus dat betekent dat hen die hen ondersteunen, dat zijn zowel ouders, broers, zussen, vrienden, maar dat zijn ook professionals. Dat betekent dat, wat ik altijd heel erg belangrijk vind, is dat ik denk dat hulpverlening begint om te kijken hoe je een betekenisvolle relatie tussen mensen met een beperking en hen die hen ondersteunen kunt organiseren en kunt realiseren. En dat ook met onderzoek zeg maar duidelijk kunt maken welke onderdelen we daar eigenlijk nog niet goed voor in de vingers hebben, waar we nog kennis op moeten ontwikkelen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die verbinding die daarin zit, dat is ook de verbinding die wij heel erg vanuit de academische werkplaats tussen onderzoekers en mensen in de praktijk. En mensen in de praktijk zijn dus mensen met een beperking, maar ook hun ouders en hun begeleiders. We zijn continu op zoek om zo dicht mogelijk bij elkaar te komen. En ik was zo ontzettend blij dat ik, soms is het geen toeval, dat ik dan met een goede collega van mij, Marleen, in Birmingham was. En daar een workshop van Glenn moest volgen. En samen een grote subsidieaanvraag hebben geschreven en dat heeft natuurlijk allemaal weer stappen gehad. Maar dat hij eigenlijk ons een kader lijkt, een denkkader, om de volgende stappen te zetten. Als je heel dicht bij elkaar wil komen en vanuit die verbinding in die perspectieven dingen wil ontwikkelen, dan heb je soms ook wat ideeën nodig. En die zijn door hem en zijn team natuurlijk in andere sectoren al heel mooi bedacht. En daar kunnen wij gebruik van maken en die kunnen we omzetten naar onze zorg. Die verbinding zit dus tussen ons. Wij hebben voor vandaag een paar gesprekken gehad in Jelle en ik kan natuurlijk niet voor jou praten, dat moet jij zelf doen, maar ik was elke keer blij dat ik daar tijd voor heb gemaakt. Omdat ik dan ook elke keer realiseer, die agenda zit al zo verschrikkelijk vol en past het allemaal wel. Maar dat het heel erg nodig is om weer te voelen in het gesprek waarom ik het werk doe wat ik doe. En dat is fijn, want dan bouw je een verbinding op. En dan kun je hier ook met z'n tweeën gewoon rustig gaan zitten. Het is spannend, maar dan zou het heel erg spannend zijn. Ja. En die verbinding die probeer ik dus in al ons werk vorm te geven. Nou, dat ziet er dan zeg maar zo uit. Hè. Dat is, die slide die gebruik ik wel eens vaker. Dat is dus de kennis van Jelle. En die had ook zijn vader of zijn moeder bij kunnen staan. Dus de cliënt, maar ook zijn verwanten. En ook vrienden hadden die erbij kunnen staan, want die weten ons ook heel erg veel te vertellen. Het is de kennis uit de wetenschap. Daar heb ik een fotootje geplakt van een team wat een deel normaal al in tasjes in het pak is. Dat zijn onze wetenschappers, maar die zijn ook heel erg down to earth gelukkig. En ik heb een fotootje erin geplakt van die professionele kennis en die zit overal. Die zit dus ook bijvoorbeeld hier op een zorgboerderij waar een inmiddels oud collega van ons, die zal heel mooi onderzoek heeft gedaan en dan in dit soort op dit soort plekken de testen af gaan te nemen. Dus kennis zit overal. Maar als je het een beetje in hokjes wil zetten, dan zit kennis bij mensen met een beperking, professionals en bij de wetenschappers. En dan is eigenlijk het eerste stukje waar wij over door willen praten, is als je dan echt het gesprek met elkaar wil hebben, dan moet iemand het ook wel kunnen. En dan moet iemand het kunnen en die ander die moet eigenlijk vaardigheden leren en een attitude ontwikkelen om dat gesprek met die ander aan te gaan. En soms is dat heel ingewikkeld als iemand niet zeg maar normale woorden gebruikt die wij met z'n allen snappen. Dan moet je zoeken naar andere manieren om de verbinding te maken. Dit is relatief natuurlijk voor ons heel eenvoudig, want wij spreken alle twee de Nederlandse taal. Engels was net wat ingewikkelder. Maar wij kunnen met elkaar het gesprek voeren over die empowerment. Nou ja, ik heb jou in de voorbereiding gewoon eens vragen voorgelegd waar ik heel nieuwsgierig naar ben. En de eerste is eigenlijk, waarom is het zo ontzettend belangrijk om zelf je keuzes te maken, Jelle? Kun je dat aan ons vertellen? Nou ja, het is ook goed voor je eigen ontwikkeling als je zelf je keuze kan maken. En ook als je een verkeerde keuze maakt, dat je daardoor op je gezicht gaat. Daarvan te leren om je keuzes voor te anders te maken.
En het geeft mij ook het gevoel van vrijheid en dat de mensen me vertrouwen dat ik het goed doe. Ja. Heb je altijd je keuzes kunnen maken? Ja, veel wel. Ik moet een tijdje terug, ik ben heel lang op zoek geweest naar wat ik nou had. Ik heb 7 jaar op zoek geweest naar wat ik nou had. Ik had uiteindelijk autisme. En daar ben ik heel erg op zoek geweest naar mezelf. En daarvoor werd ik opgevoed als iemand die niks had, geen beperking had, zeg maar. Dus dan moest je je eigen keuzes ook maken. Ja. En dan zeiden ze, schat je eigen benen staan, ik kan niet voor jou denken. Ja. En hoe was dat? Nou, dat was soms eventjes niet zo leuk om te horen, want soms ben je dan een beetje lui en dan is het leuk als een ander het voor je doet. Ja. Maar ja, dat gaat niet altijd. En dan als iedereen het niet voor je doet, dan moet je het echt zelf doen. Dus dan blijft je leven stilstaan. Ja. En als je, in deze fase van je leven, hè, wat zijn keuzes die je bijvoorbeeld de afgelopen periode hebt moeten maken? Waar je blij mee bent of die lastig waren? Nou ja, waar ik blij mee ben, ik ben nu sinds februari verhuisd naar een nieuwe woning waar ik een stuk zelfstandiger woon, waar de begeleiding nog maar 8 uur per dag is. En geen niet zwaar, tot ochtends geen dienst is. En ik heb een bijdrage dat ik die keuze heb mogen maken om daar te gaan wonen. En dat heeft al nu al leuke dingen met zich meegebracht. Ik vind het een hele leuke bezoek. En ja, in die korte tijd ervoor moest een vriendschap beëindigd worden en dat ging niet op zo'n hele leuke manier. En daar heb ik toch nog wel een goede 2 maanden wel last van gehad. En er kwam ook nog eens het huis eroverheen met de vrouw die zich chaotisch en niks loopt zoals het gepland is. Ja. En ben van alles kwijt. Maar ja, dan uiteindelijk als het dat allemaal een beetje gezetteld is, dan krijg ik daar de zin. En dan ben je blij dat je die keuze gemaakt hebt. Ja. En zijn er dan in die periode ook mensen waar je gewoon even mee kunt sparren? Dat als het in mijn leven ook is, dan denk ik altijd bijna dat een paar mensen zeggen van nou, rechts, hè, rustig aan, komt zo goed. Ja, nee, ja, daar heb ik dan inderdaad ook de begeleiding voor en ook mijn ouders. Ja. Waar ik dan, als ik even niet weet wat ik nou welke keuze ik moet maken, ga ik gewoon eigenlijk meer praten. En dan geef ik mijn mening en advies. En vaak hoor ik nog wel met de oplossing in mijn eigen verhaal. En dan moet ik erover praten om daarbij te komen. En dat maakt het soms wel makkelijk, ja, dat je op een rustig tempo de keuze kan maken. En is het dan zo dat jij ook het gevoel hebt dat zij ook weten waar je mee bezig bent? Ja, en ja, ik vertel gewoon veel wat ik doe. Ik doe niks eigenlijk, ik ben eigenlijk een open boek en dat soort dingetjes. Ik vertel veel gewoon van nou, dit ben ik van plan en wat vinden jullie ervan? Nou ja, en dan soms zijn keuren ze het af, maar dan doe ik het soms toch. Ja. Maar ja, soms maak ik de keuze om die opleiding te volgen als ervaringsdeskundige, maar ik wist het niet zeker. En ik was toen als de dood voor openbaar vervoer. Maar dus hebben we toen mijn extra zetje om toch die keuze te maken om daar die opleiding toch te gaan volgen en toch met de trein naar Eindhoven te reizen. Nou ja, achteraf ben ik blij dat ik dat zetje gehad heb en die keuze gemaakt heb. Want ja, als ik dat niet gedaan had, dan was ik vandaag hier niet aanwezig geweest. Ja, dus is het zo dat je zegt van ik wil vooral heel erg mijn eigen keuzes maken, zelf bepalen wat ik wil in mijn leven, wat ik kan. Maar het is fijn dat er een aantal mensen zoals begeleiders en je ouders in de buurt zijn die je altijd echt in dezelfde ruimte op dezelfde plek. Maar voor jou wil in de buurt dat je ze snel kunt vragen, dat je even dingen samen kunt op een rijtje kunt zetten, als het heel veel is met zo'n verhuizing. En tegelijkertijd dat ze ook de ruimte geven om soms eens iets te doen waarvan zij zeggen, ja, wat is er nou slim, maar gewoon doen. Zoals ieder mens soms keuzes maakt waarvan je achteraf denkt, ja, inderdaad. Was er nou handig? Het is vaak handig, het is zo'n verhuizing, dan op een gegeven moment weet je niet meer wat prioriteit is en wat kan wachten. Ja. En vaak doet dan mijn omgeving zeggen, daar kan je wel even mee wachten. Ja. Regel eerst dat maar, dan zien we wel verder. Ja.
En dan zie ik de bomen tussendoor het bos weer. En ga ik weer verder. Precies. Goed, gaan we eventjes door naar wat er zeg maar zo al geschreven is in de literatuur over die zelfbepaling en die empowerment. Dankjewel. Wat er in de literatuur geschreven is over empowerment, daar ga ik nu oplezen. Maar wat natuurlijk wel zo is, dat empowerment vaak hangt, geplakt wordt aan mensen die kwetsbaarder zijn. En mensen die dus in de keuzes die ze in hun leven maken en de manier waarop ze zelf hun leven willen bepalen, afhankelijk zijn van hun omgeving, van hun context. Omdat je kunt heel zelf, en ik denk van ja, de andere kant heeft ieder mens dat natuurlijk, ieder mens kan heel veel zelf, maar soms dan is het nodig om even de verbinding te maken met anderen. En waar het dan over kwetsbare mensen gaat, is ooit dat begrip empowerment meer bedacht. Wat ik dan heel erg mooi vind, is dat. Nee, ik moet wel even als je niet doorklikt, hè? Dan zit ik daar. Wat wel heel erg mooi is, is dat wij ooit onderzoek hebben gedaan. Waarin we hebben gekeken van. En kunnen mensen dat ook met een. In dit geval niet verstandige verkering. Kunnen mensen zelf aangeven wat ze belangrijk vinden? Want als je zegt mensen moeten zelf hun keuzes kunnen maken. Dan begint het natuurlijk door eerst zelf na te denken wat je eigenlijk belangrijk vindt. Dat is een onderzoek wat onder andere Ellen Groeneveld, Lex en Kim van den Boogaard en ik hebben gedaan. Waarin we hebben gevraagd aan mensen, en dat gaat dan heel erg over die begeleiders. Maar als jij na zou denken wat eigenlijk een topbegeleider zou moeten doen en kunnen. Zodat jij daar de verbinding mee kunt maken. Dus eigenlijk wat Jelle zegt, als ik dan even ondersteuning nodig heb, dan wil ik dat ook natuurlijk doen met iemand die mij ook een beetje volgt en dat begrijpt. Dan kunnen mensen dat ook heel erg goed zelf. En, wat zij dan vinden, heb ik heel even op die slide gezet. Wat zij willen is dat mensen kennis hebben van de cliënt. Kennis van iemands karakter, van zijn persoonlijkheid. Maar ook van het feit dat je wel of niet bekend bent met autisme, zoals Jelle. Dat je weet hoe je daarop moet reageren, hoe je daarmee om moet gaan. Dat ze willen dat begeleiders hen ondersteunen. En dat dat zowel zit in houding, maar dat ze ook ondersteunen bij zelf bepalen en zelf regie nemen over hun leven. Dat je daar soms, en dat vind ik wel heel mooi aan jouw verhaal, Jelle, ook een zetje in de rug nodig hebt. Want openbaar vervoer is ingewikkeld. En dat iemand dan tegen jou zegt van, doe maar, kun je gewoon. Hè, dus soms heb je ook iemand nodig die net heel even dat zetje in de goede richting geeft, waardoor je gaat ervaren dat het gewoon lukt. En tot slot, dat ze op een bepaalde manier communiceren. Transparant zijn, betrouwbaar zijn en dat ze ook eerlijk zijn. En, dat vind ik ook wel goed in de voorbereiding die wij met elkaar hebben gehad. Dat je met elkaar ook heel eerlijk elkaar in de ogen moet kijken. En zeggen van, goh, snap je wat ik hiermee bedoel? En dat jij aan mij ook de vraag stelt van, wat bedoel je eigenlijk met die vraag? Dus dat je niet doet alsof je elkaar snapt, maar dat je eerlijk bent en transparant bent. Zodat je ook met elkaar een goed gesprek kunt voeren. Ja. Daar heb je een aantal, wat dan heet, competenties voor nodig. En daar gaan we nu even naar toe. En die competenties, dat is denk ik mooi als Jelle daar ook iets over kunt vertellen. Hij zit er. Want jij hebt net eigenlijk al een beetje aangegeven dat je het heel erg belangrijk vindt om zelf dingen te kunnen doen. En je hebt ook al een tipje van de sluier opgelicht over de opleiding en ervaringsdeskundige, die heb je afgerond. Heel veel mensen hier in deze zaal, die kennen de opleiding natuurlijk van binnenuit. En zou je gewoon eens kunnen vertellen wat je daar... Eigenlijk twee dingen, waarom heb je zo belangrijk gevonden om te doen en wat heb je er geleerd? Misschien moet je met het eerste beginnen. Waarom vond je zo belangrijk? Nou ja, ik zei eerder al dat ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging in het leven. En nou ja, die kreeg ik weer aangeboden. Na dan twijfelen en wat toch gedaan en waar je dat ook gedaan hebt. Maar dat heeft wel weer een wereld voor me geopend. Want in de tijd dat ik op zoek was naar mezelf, nou ik wist dat ik autisme had. Ja, ben ik eerder naar school gegaan en zonder het volle gevoel al wel een beetje stil. Omdat ik zo druk bezig was mezelf te ontdekken. Ja, en toen dat eigenlijk allemaal achter de rug was, ja, kreeg ik weer tijd en weer de behoefte om iets te gaan leren, om weer nieuwe dingen te ontdekken. Ja, en toen kreeg ik de aanbieding met me aangeboden voor de opleiding ervaringsdeskundige in Eindhoven. Ja, en ja, uiteindelijk leek me dat wel heel erg leuk, want daar heb ik een hele hoop over mezelf geleerd.
vooral mijn ervaringen en talenten. Maar ook hoe ik met die ervaringen en talenten anderen op een goede manier kan helpen en wanneer niet. En dat vind ik erg fijn als ze dat hebben ze overgeleerd waar ik mijn talenten over heb. Tenminste, mijn ervaring meer voor kan gebruiken. Naast mijn lotgenoten te helpen. En mijn ervaringen nu in te zetten ook voor zo'n presentatie voor mensen. Of iets anders, gewoon een training geven. Of, ja, dat is heel divers. En heel even naar het begin van jouw verhaal. Jij zegt van, toen kreeg ik de behoefte om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dan denk ik van, goh, ik zou willen dat ik dat zo heel scherp voor mezelf zo voelde, weet je wel. Wanneer heb ik de behoefte om een nieuwe uitdaging aan te gaan? Wat was dat dan? Wat bedacht je dan? Waarom was dat? Nou ja, de plek waar ik werk, een zorgboerderij in Zevenbergen. En ja, daar begon het allemaal wel een beetje op elkaar te lijken. 'S Ochtends opstaan, brood smeren na het werk. En daar de dieren eten geven, of de tuinen en het onkruid wieden. Maar ja, op een gegeven moment, was ik uit die fase van mezelf leren kennen. En begon het allemaal een beetje op elkaar te lijken. Ik viel een beetje tussen wal en schip in. En ik had een paar keer aangegeven dat ik op zoek was naar nieuwe uitdagingen. En het eerste gezocht daar in het werk op de boerderij. Dus door karweitjes met hout of wat dan ook. En ja, dat bleef een beetje uit. Totdat er een plekje kwam bij die opleiding. En dat was achteraf de uitdaging te zijn die ik zocht. En daar bleek een talent te liggen dat ik mensen echt kan helpen. Ja, want hoe ben je erachter gekomen dat je mensen kan helpen? Ja, ik deed het eigenlijk altijd al, alleen toen deed ik het toch ook soms te vaak en liet ik mij over vragen met het probleem van mijn huisgenoot, mijn probleem. Ja. Dat ik er eigenlijk niks mee te maken had. En ik heb het de opleiding geleerd. Daarop te letten dat ik mezelf er niet te ver in laat zuigen, maar ook mezelf niet laat overvragen. Zodat ik het ook nog los kan laten en gewoon thuis voor de televisie kan zitten zonder dan maar te gaan zitten malen over wat er aan de hand is. Ja. En lukt dat altijd? Ja, ik heb nog niet echt hele zware dingen gehad van cliënten, maar. Ja, het lukt wel aardig. Je kan hem redelijk loslaten. Ja. En doe je dat in je eentje of heb je een coach of hoe gaat dat? Nou ja, het ligt eraan dat als de cliënt het goed vindt dat ik het vertel aan een professional of een cliënt vertrouwenspersoon. Ja. Dan vertel ik dat, dan kan ik dat van me afpraten. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon een geheimhouding. Ja. Ik mag niet alles doorvertellen. En ja, dan is het wel, dan moet ik het zelf eigenlijk een beetje oplossen. Ja. Want ja, anders leg ik die cliënt zijn hele hebben en houden bij iemand neer waar hij het eigenlijk helemaal niet wil hebben. Ja. Voelt het als heel, hoe zeg je dat, heel verantwoordelijk? Ja, het voelt als verantwoordelijk en ook wel als een eer dat mensen toch naar me toe komen en in mijn handen leggen. En om hulp vragen, zeg maar. Dat is al een hele eer dat mensen dat doen. Hoe komen ze dan bij jou? Nee, het verschilt. Gisteren was er een akkefietje bij ons op het werk. Er was een jongen maakte een grapje. Die schoot het verkeerde keelgat en die werd enorm kwaad. Die gooit zo'n palenhamer boven op zijn hand. Maar in plaats van dat de jongen naar de begeleiding toe loopt, komt hij naar mij. En dan zegt hij, ik maakte een grapje en hij gooide zo de hamer op mijn hand. Nou, ik zeg, nou, kom mee, gaan we naar de begeleiding. Dan gaan we even je hand onder de kraan houden. En dat soort dingetjes. En ja, ik merkte aan hem dat hij al behoorlijk aan het boos aan het worden was. Ja. En ik ken hem als hij echt boos is. Dus ik wou dat wel voorkomen. Ja. Dus het is me gelukt, ik zag de begeleiding om wat te gebeuren, dus ik kwam achter ons aan.
Maar ik heb ook gewoon andere voorbeelden. Gewoon een cliënt die is verliefd op een andere cliënt. Ja. Maar die was verliefd op een andere cliënt en wist niet zo goed hoe die dat moest brengen aan die ander. En ik zeg, de makkelijkste is, ga naar hem toe. Maar ja, dat is voor sommigen niet zo makkelijk. Want dat doe je niet echt als je iemand verliefd bent. Ja, hoe ga je dat zeggen? Ja. En dan soms dan zeg ik, ik kan er ook gewoon bij zitten. En ik kan het verhaal te voor je opzetten en dan moet je het zelf. Ja. Ja. En je weet hoe met de mensen moeten weten, maar goed, er zitten heel veel mensen nu tegenover ons die denken, dat was wel handig geweest als je al een keer bij mij wat is ook wel interessant, Sjell, is waarom komen mensen naar jou? Want jij zegt, ik heb eigenlijk in die opleiding heb ik geleerd dat eigenlijk wel een talent van mij is. Maar wat is dan dat talent? Wat voelen mensen dan, denk je? Nou ja, sowieso, de drempel ligt een stuk lager als dat als een cliënt in plaats van naar mij te komen, in plaats van naar een begeleider. Een begeleider is voor hun soms de drempel heel hoog. Ja. En bang dat de begeleider niet boos wordt of gelijk weer dat allemaal stappen gaat ondernemen, terwijl het heel veel de tijd niet zo is. Maar omdat ze weten dat ik niet gelijk stappen onderneem of gelijk alles afkeur of boos word. Ja. Ik luister gewoon en ik ben hetzelfde. Ik heb sommige dingen ook gewoon net zo schil meegemaakt. Ja, ja. En je kunt goed luisteren. Ja, ik luister en ik observeer heel erg. Ja. En als ik daarna goed luister en een beetje doorvragen, dan hoor ik een beetje de oplossing waar ik hem een beetje mee kan helpen, waar ik hem in kan adviseren. Ja, soms dan kan ik hem niet helpen of adviseren en dan breng ik hem in contact met iemand die dat wel kan. En dat is binnen Zuidwesten een cliënt vertrouwenspersoon. Ja. Of een andere ervaringsdeskundige. Ja. En dat is zeg maar als mensen gewoon naar jou toe komen om die in de buurt waar jij woont of leeft, hè, waar je gewoon een contact mee hebt. Maar je bent ook Goldstein-trainer. Ja. En hoe gaat dat? Nou ja, dat gaat of we hebben een leercentrum binnen Zuidwesten. En daar kunnen de heeft een eigen site. En die site kunnen cliënten een vraag plaatsen voor een Goldstein training. En dan wordt dat verwerkt bij het leercentrum en dan het leercentrum gaat Goldstein trainers vragen. Dus een van de ervaringskundigen, waaronder dus ik. En dan gaan we kijken en dan gaan we naar zo'n groep toe en dan krijgen we eerst te horen wat voor onderwerp ze willen. Bijvoorbeeld iets bespreken en dan gaan we naar zo'n groep toe en dan geven we die training aan de hand van rollenspellen. Maar soms komen ook cliënten persoonlijk op me af met de vraag dat ze willen iets bespreken met een collega en weten niet goed hoe en waar ze moeten beginnen. En dan bied ik ze het of aan of ze vragen het uit zichzelf voor degene die weten dat ik het ben. Ja, ja. En jij zegt van dan gaan we samen kijken, wie is dan hun? Ben jij dat dan met degene die bijvoorbeeld zo'n mailtje stuurt? Of is dat dan, kijk als ik naar mijn eigen werk kijk, wij beginnen altijd op maandag met, dat noemen we dan de senioren, dat zijn mensen die altijd een jaar ervaring hebben. En dan gaan we kijken, wat gebeurt er allemaal deze week, wie kan dit doen, wie kan dat doen. Dat is in een team. Mm-hmm. Hè? Dus dan ga je met elkaar kijken, wie past dit het beste? En hoe is dat dan bij jou? Moet je dat dan alleen doen? Of is dat ook een team van Goldstein trainers? Nou, er is een team van Goldstein trainers. In totaal zijn we bijvoorbeeld met z'n zessen. Yeah. Maar ook als ik persoonlijk dan iemand naar mij toe komt, dan doe ik dat altijd eerst nog ook even doorbrieven met een coach. Ja. En die zegt dan, doe maar. Ja. En als je hulp nodig hebt, dan hoor ik het. Ja. De coach zit dan eerst aan. Ja, dat zit er vooruit. Ja, precies. En soms dan wil de cliënt het graag alleen met mij doen. Ja. En niet in een groep, dat vinden ze wel spannend. Of ze willen het met Els erbij of een andere Goldstein trainer. Ja. En dat verschilt. Ja. En ik heb nu al een paar keer gehad, voor als degene die persoonlijk om afkomen, wil ik graag alleen met mij. Ja. Omdat ze niet, het is spannend vinden om dat hele aan meerdere mensen te vertellen. Zeker aan mensen die ze nog niet zo goed kennen. Mm-hmm. Of helemaal niet kennen. En dan doe ik niet zomaar je persoonlijke dingen bij iemand neerleggen die je niet zo goed kent. Precies. Ja, dan doen ze het liever bij iemand die ze wel kunnen herkennen. Ja.
Okay. Wat wel heel mooi is in jouw verhaal, Jelle, is dat we volgens mij nu ook een paar slides kunnen laten zien van onderzoek wat gedaan is naar hoe zeg maar het is om als ervaringsdeskundige te werken. Maar ook hoe het voor die mensen waar jij was even van, die komen dan soms naar mij toe en die stellen een vraag wat eigenlijk de meerwaarde is van dat jij dat soms alleen doet of samen met Els, in plaats van dat Els het alleen zou doen. Dus wat is de meerwaarde van een ervaringsdeskundige voor cliënten? Ja. Stel, als Els dan zo'n aanspreekpunt is, dan is dat soms voor begeleiding, voor cliënten eigenlijk een beetje hetzelfde als begeleiding. Het ziet hetzelfde, dus, maar ja, ik woon ook gewoon in een huis en ja, dan is het wel weer iets anders. Dan is die stap veel kleiner en is minder, ja, kun je het weer aan, maar minder officieel. Ja, precies. Ja. Terwijl dat we, dat haar, niet haar werk, werkmethode is. Ja. Ja. Ja, weet je, ik moet eigenlijk ook wat jij dit zegt, moet ik eigenlijk ook wel een beetje lachen. Want, ja, niet daarom, maar ik heb dan nu een paar slides waarin ik dan laat zien wat er uit onderzoek is gekomen. Maar dan kan je soms ook denken, gewoon dat ik eigenlijk het onderzoek al voor nodig heb. Ik ga nu gewoon een paar slides laten zien waarin jij gewoon echt in drie zinnen samenvat. Waar mensen dus jaren op deze zijn. Maar ik doe het ook echt niet goed. Competenties. Wat denk ik goed is om te weten dat in die online ervaringsdeskundigheid, daar zitten drie lagen in. En soms heb je dat bewust in de opleiding denk ik gedaan en soms minder bewust. Maar in de opleiding wordt er ook van gekeken of dat mensen inzicht in hun eigen ervaring kunnen krijgen. Of dat ze daar woorden aan kunnen geven en dat je die kennis dus ook met andere mensen kunt delen. En vervolgens, en dat is natuurlijk de fase waar jij op dit moment zit. En volgens mij, hoewel wij elkaar niet zo heel erg goed kennen, maar ik voel er wel gewoon echt ja, zeg maar, heel veel trots in. Want je ervaringsdeskundigheid en de kennis inzetten voor een ander, dat betekent dat je, ja, je soms jezelf ook even klein moet maken. Hè. Het gaat niet over jou, maar je helpt die ander, maar je gebruikt je eigen ervaring en je eigen kennis. En die drie lagen die zitten in de opleiding. Dat is wat er geprobeerd wordt. En het werk wat mensen vervolgens kunnen doen, die hebben we hier ook op een rijtje gezet, waar we nu ervaringsdeskundigen zien werken, is als co-onderzoeker, als bijvoorbeeld co-docent. Wij geven ook onderwijs en wij vragen mensen die ervaringsdeskundigen zijn om mee te doen in dat onderwijs. Dus ik geef gastcolleges samen met mij. Er zijn ook een ervaringsdeskundige ouderen in de zaal zitten, dus gelijk ook wel echt leuk die wat je eerder hebben ontmoet. En we geven ook presentaties net als nu. Maar wat ik nou heel bijzonder vind, kijk, er komt een moment dat wij waarschijnlijk altijd met pensioen gaan, dat we nog eens een keer bij pauw zitten. Want Jelle die gaf vorige keer aan en zei van ja, het is natuurlijk geweldig. En ik vind dat we nou ons heel erg te hard moeten nemen dat we zo'n opleiding ervaringsdeskundigheid hebben, maar dan. En ik denk dat Jelle in een hele gelukkige omstandigheid is dat de Zuidwesten zo'n fantastisch leercentrum heeft. Waar mensen aan kunnen melden, waar zowel professionals kunnen aanmelden en zeggen dit is wat ik eigenlijk nodig heb, ik wil een agressiemanagement training, whatever. Maar ook cliënten kunnen daar met hun vragen naartoe. En dan zijn er mensen zoals Jelle, en je hebt ook andere collega-ervaringsdeskundigen, die dan mee een antwoord kunnen geven op die hulpvraag. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Dus ik denk dat wij als samenleving, en wij met z'n allen, want wij zijn allemaal die samenleving, ons dat ook heel erg ter harte moeten nemen. En het feit dat we een nationaal programma komt, waarin we in elk geval nadenken hoe we samen kunnen werken op basis van gelijkwaardigheid met mensen met een verstandelijke beperking, in het doen van onderzoek, dat is natuurlijk iets wat, dat is dus het werk wat er daar komt. Maar daar kunnen we natuurlijk niet iedereen een baan in geven. Dus ik denk dat we heel erg na moeten denken en de woorden zouden kunnen laten bezinken die Jelle aangeeft van het heeft vaak een enorme meerwaarde omdat het de drempel is lager. Ook al ben je als professional nog zo low level, ook al voel ik me in de gesprekken met jou nooit, dat klinkt heel raar, professor, jij hebt wel eens een paar keer gezegd van dat is het natuurlijk wel. En dat is denk ik wat achter deze boodschap ligt. Je kunt als professional nog zozeer in dat contact proberen te komen. Je bent wel een professional die om 5 uur weer naar je eigen systeem gaat. En
Jelle woont daar in de buurt. En Jelle die is ook gewoon s'avonds van zijn rijplaats in een beetje. Dus het is een andere manier van elkaar ondersteunen. Dat is denk ik heel belangrijk. En dan komen nu die onderzoekersgelden, die ik dan toch heel even laat zien. Want wat wel mooi is, dit zijn onderzoeken die, kijk, in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is ervaringsdeskundigheid nieuw, vrij nieuw. In de GGZ is daar behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat bij cliënten die hulp vragen en die geholpen worden door ervaringsdeskundigen, zie je dat het bij cliënten een toename laat zien van gevoelens van eigenwaarde, kwaliteit van leven, welzijn, empowerment, hoop, zelfvertrouwen, sociale netwerken, gezonde levensstijl, minder psychiatrische opnames en afname van de duur van de opnames. Dus dan heeft het een enorme meerwaarde. Als je kijkt wat de resultaten zijn voor de ervaringsdeskundigen zelf, dus voor mensen net als Jelle, dan, en dat is eigenlijk ook wat in het verhaal van Jelle doorklinkt, vind ik, is het helpenprincipe. Dus het helpen van anderen leidt tot gevoelens van dankbaarheid, voldoening, erkenning. Je hebt echt een meerwaarde, je bent van betekenis voor die ander. En interpersoonlijke competentie. Het vergroot het gevoel van hoop, eigenwaarde en herstel. Iemand die letterlijk zei, ik probeer anderen een beetje te helpen, dat geeft mij voldoening. En dat is dus voor zowel voor de vragen van de cliënt als voor de ervaringsdeskundigen. Als je het vergelijkt met de traditionele zorg, dus Els alleen of Els samen met Jelle, dan wel Jelle alleen, dan is het zo dat een ervaringsdeskundige als trainer, dus echt zoals bijvoorbeeld Jelle in de goalsign training, dan geeft dat vergelijkbare en soms zelfs betere resultaten dan alleen de traditionele gezondheidszorg. Dus er zijn allerlei initiatieven om mensen op te leiden tot ervaringsdeskundigen. Het is bewezen in de GGZ dat het een meerwaarde heeft. En eigenlijk kunnen we die onderzoeken weer meteen onder de stoel schuiven, want Jelle vertelt het verhaal, volgens mij voelde je dan de meerwaarde voor zowel Jelle zelf als voor de ander, maar ook voor Els, hè, want wij hebben met z'n drie ook gesprekken gehad. En zoals het voor mij een meerwaarde heeft om dit te doen, heeft het dat voor Els ook, hè, om als coach samen te werken met Jelle. Maar we moeten er wel, als we aanzetten, een B achteraan plakken. Dus daar ligt nog wel een behoorlijke uitdaging. Dit alles doe je niet alleen. Ik leef niet alleen, Jelle leeft niet alleen, jullie gelukkig ook niet. Dat doe je dus in verbonden voelen en in partnerschap. En volgens mij zou het daar ook even over willen. Staat hij dan? Ja. Want wat betekent dat, verbonden voelen? Ja, verbonden voelen, ja. Een heel praktisch, je staat er dan niet alleen voor. Dus je. Je hebt dan niet het idee, want als je er alleen voor staat, dan voel je een gehaast gevoel in je zitten, een stressgevoel. Ja. Maar als je er niet alleen voor staat, dus als je soms keuzes samen kunt maken en soms dingen kunt laten, dan voel je je meer verbonden. En als iemand zegt van, nou, kom, ik help je. Ook al heb je niet gevraagd van help me. Dat mensen dat met zichzelf doen. Ja. Of mensen juist jou de vrijheid geven om dat te doen, dus dat je niet voor alles toestemming moet vragen. Ja. Dat je het gewoon maar, dat je gewoon het vertrouwen krijgt dat je het kan doen. Ja. En ja, dat is goed voor iemands ontwikkeling, dat hij gewoon soms dingen kan doen. Ja. Zonder te twijfelen van, oh, zullen ze het nou wel goed vinden? Ja. Met wie, als je hebt dan mensen waar je een bepaalde verbondenheid in hebt, wat meer op afstand staan. Ik heb soms mensen die, ik zie het maar een paar keer per jaar, dus daar voel ik me wel heel verbonden mee. Ook mensen die heel dichtbij zijn, hè? Mijn man, mijn kinderen, mijn ouders, mijn vrienden. Wie zijn dat van jou? Ja, ook mijn ouders en ook van mijn familie en begeleiding en vrienden. Ja. En hoe werkt dat dan? Nou ja, je voelt je verbonden omdat je met ieder persoon heb je weer de dingen waar je mee kan. Nee, je bent dat je interesses deelt met elkaar. Ja. En met iedereen deel je dan je verschillende interesses. Ik deel bijvoorbeeld de interesses van films deel ik met mijn vrienden. Om een heel praktisch voorbeeld. En de interesses over bijvoorbeeld relaties. Met liefdesrelaties of vriendschappelijke relaties. Deel ik dan met begeleiding of met ouders. Maar doe je dat met begeleiding, dat is dan ook zo, ja, dat is de halve wereld, hè? Ik bedoel, is dat dan met een paar mensen, of kun je alles met iedereen delen, of met wie deel je dat dan?
Ja, ik ben inderdaad wel een best open boek, dus ik... Maar ik heb natuurlijk degene die het dichtste van de begeleiding om me heen staan. Dat is gewoon de woningbegeleiding en de begeleiding van de dagbesteding. Ja. En ik heb ook bij beide plekken de persoonlijke begeleiders. Maar bij de persoonlijke begeleiding doe ik natuurlijk, ja, de naam zegt het, echt de persoonlijke dingen met hem, met haar bespreken. Heb je die zelf mogen kiezen? Nou, die woonhuis toen wel, ja. En die nieuwe huis ook. Ja. Hebben we besloten om degene die ik al had te behouden. Ja. En dat nog. Ja. En dat werd eigenlijk niet eens moeilijk over gedaan. Nee. En zeg maar, die wilde heel graag houden omdat? Nou, omdat ik die ken. En ja, wat ik al eerder zei is, als je iemand niet zo goed kent, dan ga je niet al je persoonlijke dingen aan hem vertellen. Je moet eerst zien of je hem kan vertrouwen. Precies. En ja, dan leg je liever bij je vertrouwde dingen bij iemand die je al goed kent. Ja. Dan iemand die net binnen komt stappen. Jij gaf net ook je vrienden en je ouders, hè? Waarom is die verbondenheid met hun zo belangrijk? Waarom kun je niet alleen met die begeleiders? Nou ja, begeleiders die kunnen in de hoop en ook in, vooral in, ook in de dagelijkse dingen. Maar je ouders, dat zijn je ouders, daar kun je nog wat persoonlijkere dingen mee bespreken. Ja. En die kennen jou nog beter. Ja. En je vrienden, die kijken op een heel ander level naar je dan wat begeleiders dat doen. Cliënten, vrienden die kijken naar je als je gelijk. Ja. En waar je alleen een lol kan trappen, waar je af en toe eventjes binnen kan stappen en zeggen, wat ik nou meegemaakt heb. Of gewoon iets heel praktisch, iemand die toevallig handig is met computers en jij alleen maar een wimpel van dingetjes ziet. En dan ga je de drie knoppen down en het is gedaan. Ja. Maar zeker die dan bijvoorbeeld ook wel steken, stel dat je bijvoorbeeld heel een week wil. Ik weet dat je straks ook weer doorgaat naar fondsen. Nou, daarmee ook gemaakt om mee te denken. Dus ik denk dat het volgens mij zo best wel pittig dag. Want je bent net openbaar voor hier naartoe gekomen. En al heel vroeg zat je in de bus of in de trein. En toen ging er nog een trein voor last van meer. Dus waar meer mensen last van hebben gehad. Dus dat is een lange dag en misschien is dat soms ook wel een week waarin heel veel moet gebeuren. Zijn jouw vrienden dan ook mensen die soms tegen jou zeggen van Marjelle, doe eens even een taartje minder? Of is dat wat je echt toch van begeleiders nodig hebt? Nou ja, nee, ja, de begeleiders zeggen dat wel als eerste, zeg maar. Ja. Omdat de meeste met hun bespreken, omdat de meeste met hun te maken. Ja. Oh, een van mijn vrienden die zegt ook van het is allemaal hartstikke leuk. En ik ben zo jaloers op waar je allemaal voor gevraagd wordt. Ja. Maar het is ook belangrijk, je vindt het niet dat over te vragen. Ja. Het nog wel leuk blijft vinden. Ja. En waar denk je dan het meest over na? Als die vrienden zegt of die begeleider? Nou ja, die begeleider zegt het vaker. Die zegt het soms eigenlijk soms een keertje te veel. Ja. Ja. En een vriend die zegt het als het echt denkt, er is iets. Nu moet ik even wat zeggen, want anders gaan we vriend daar aan onder. Ja. Dat is ook zelf dadelijk voorbij. Ja. Dat raakt. Dus dat raakt wel, ja. Ja. En dat is vaak uit de hoek waar je het eigenlijk niet direct van verwacht, die het dan juist doen. Ja. Dus er zijn mensen die, even heel plat gezegd, er zijn mensen die jou dingen kunnen teruggeven. Dus wat jij dat ook doet als goalset trainer of als trainer, hè? Als mensen met een vraag bij jou komen, dan denk je ernaar, dan observeer je, je geeft dingen terug aan die mensen. Er zijn ook mensen die dat bij jou doen, jij kunt heel veel zelf, en soms geef je mensen dingen terug. En dat kunnen dus mensen zijn die ervoor betaald worden, professionals. Maar dat kunnen net zozeer mensen zijn zoals vrienden en je ouders, hè, dus dat informele netwerk wat dan zo heet. En dat komt op een andere manier binnen, maar dat is net zo waardevol, misschien wel waardevol. Ja. En inderdaad, omdat we inderdaad de professionals willen te levelen met degene waar ze mee werken. Ja. Dat werkt wel steeds beter in gesprekken en in problemen boven water krijgen en problemen op te lossen. En waarom zeg je beter? Heb je ervaren dat het ook al zijn tijd minder is?
Nee, ik heb ook ervaren dat begeleiders zich een beetje boven mij stellen en de dingen voor me beslissen. Ja. Of voor mij bedenken. Ja, wat gebeurt er dan ja? Nou, ik ben daar nooit echt van zo van geweest. Ja. Dus ik ga er geen van wel tegengas. Ja. Ik zeg maar, waarom heb je dat niet door mij gesproken? Want ik ben het daar absoluut niet mee eens. Ja, ja. Dat heb je altijd wel gedaan. Ja, en ik ben dan, mijn vader is er precies hetzelfde in. Als het hem niet zit en hij wil het niet, dan doet hij het niet. Nee, precies. Zeker niet als het met een bezorger van tevoren is met hem overlegd. Ja. Dan zegt hij, ja, dan doe het lekker zelf. Ja. Zijn je ouders trots op je? Ja, mijn ouders zijn zeker trots op me. En ook bij de eindpresentatie van de opleiding kwamen ze ineens binnenvallen. En wel eigenlijk door een beetje rommelig waar de begintijd was. Maar ze waren er wel en niet zonder een beetje twist. Ja. Dus dat geeft wel een teken dat het voor de goud eigenlijk wilde mis. Ja. Terwijl ze eigenlijk op vakantie waren. Ja, super. Ze waren eerst met de boot in Limburg. Ze zijn in een week. En teruggevaren en als een gek naar Eindhoven gereden. Het fonds proberen te vinden en dan nog het lokaal. Ja. En dan achter de dat je te laat bent. Ja, precies. Maar gelukkig was ik nog maar net begonnen, dus ik kon het groter dan het volgende. Maar ja, dan kijk je zo die zaal in en dan zie je ouders zitten zo vol trots en zo rood ook van het voortgang. Leuk, hè? Ja, en ik heb dan ook een broer die werkt al lang op de universiteit. En dat is een echte wiskit. Nou, wat had hij aan sommen uitrekend? Ja, de wagen maar echt niet eens aan. Ja. Maar dat doet hij dan eventjes. Maar dan vind ik het leuk dat ik nu dit kan doen. Dat ik dit aan mijn broer kan laten zien van nou kijk ik doe dit. Ja, ja. Want dat maakt, ik denk dat ik dat, wat ik daar al voor het over had, dat maakt ook dat je op een andere manier thuis zit. Mm-hmm. Ja, dat heb ik ook wel, heb ik ook eens iets om over te praten. Ja. Meestal zit ik een beetje zo tennis te kijken naar wat hun zitten te bespreken. En ja. Ik heb dan zo van, nou ja, dan weet ik er iets en dan zeg ik wat. En dan zeggen ze, ja, dat weten we. Ja, ja. Nou, dan zeg ik niks meer. Ja, ja. Mooi. Nee, dit is volgens mij een heel... We gaan maar even naar een paar slides. Mm-hmm. Oké, okay, 10 minuten. Nou, dan doe ik gewoon even... Ja. Okay. Nou, volgens mij ga ik wel even kijken. Deze en deze doen we wel. Want dan gaan we namelijk door naar de laatste slide. Wat volgens mij wel belangrijk is, dit is het verhaal van jou, Jelle. Maar jouw verhaal is niet anders dan mijn verhaal, zou je kunnen zeggen. Want ook ik heb in alles wat ik doe de verbondenheid met andere mensen heel erg nodig. En ook ik heb moeten leren om te doen wat ik doe. Hè? Dus ik heb ook mijn competenties moeten ontwikkelen. En ook ik wil heel erg graag zelf samen met mensen de keuzes in mijn leven bepalen. Ik wil niet dat andere mensen tegen mij zeggen en nu moet jij daar gaan zitten. Of nu moet jij dit gaan doen. Ik wil graag dat ze het uitleggen waarom het belangrijk is en dan doe ik het. En soms doe ik het niet omdat ik gewoon een andere mening heb. Dus die dingen die jij vertelt, die zijn voor elk mens. En dat is eigenlijk wat dezelfde determinatie tegen die zegt. Die zegt, wil je uiteindelijk streven, en dat ga ik eigenlijk op het tweede puntje, wil je dus autonomie, verbondenheid en competentie beleven? Dat zijn psychologische basisbehoeften van ieder mens, omdat je wel of niet een beperking hebt, doet er niet toe. Voldoening aan die basisbehoeften, dus jezelf voldoende autonoom kunnen voelen, jezelf voldoende competent kunnen voelen en jezelf ook voldoende in verbinding met de wereld om je heen voelen staan, met mensen die belangrijk zijn. Dat leidt tot een hogere mate van welbevinden en een hogere mate van kwaliteit van bestaan. Dus dat betekent dat je natuurlijk allemaal met ons allen heel erg kunt praten over kwaliteit van bestaan en hoe je kwaliteit van leven kunt optimaliseren. Eigenlijk zegt die zelfdeterminatie, die geeft ons ingrediënten. Die zegt aan die drie pijlers moet je werken. Als je daar voldoende aan werkt, dan leidt dat tot welbevinden van mensen. En dat leidt tot een hogere mate van kwaliteit van leven.
En dat zijn dus belangrijke uitgangspunten voor de toekomst. En die toekomst, die hangt natuurlijk altijd samen met dromen en hoop en wensen. En volgens mij zou dat een heel mooie afsluiting zijn van het verhaal. Wat zijn jouw dromen voor de toekomst? Wat zijn wensen? Voor de toekomst, ja, dat zijn ook gewoon hele leuke dingen die iedereen eigenlijk wel wil. Dus een keertje gewoon naar een land, een ver land gaan waar je dan nog nooit geweest bent, die alleen nog maar op televisie ziet. Ja. Maar ook in de idee dat bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid uit gaat pakken, dat we ze zo uit gaan pakken dat echt iedereen er wat aan heeft. Dat ik echt een bestaande gelijk krijg in de gemeenschap, in de maatschappij. En dat ervaringsdeskundigen echt een rol kunnen vervullen en daardoor misschien de zorg voor cliënten kunnen verbeteren, maar ook het werk voor professionals duidelijker kunnen maken en ja, wat lichter. Ja. Ja. Want soms zien professionals ook door de bomen niet meer door het bos. Ja, precies. En ja, als dan een ervaringsdeskundige dan kan zeggen, nou dat zit zo, die kan het ook weer tegen de cliënten hun eigen woorden zeggen. Waardoor de professional en de cliënt zich beter gaan begrijpen en ze makkelijk beter samen kunnen gaan werken. Ja, dat is een beetje jouw wens, hè? Dat is jouw droom. Dat, wat al wel zo heet, de kop en de staart te geven. Niet alleen de opleiding, maar ook te zorgen dat land en dat meer mensen weten waarom het zo bijzonder is en mooi is om op die manier met elkaar samen te werken. En dat ook heel erg samen doen. En wat misschien wel, wat ik heel bijzonder vond toen ik in jouw tijd geleden vroeg, wat is voor jou geluk? Weet je wat we het over hadden, dan zou je echt heel erg gelukkig zijn. Wat betekent geluk? Nou, gelukkig, dat wordt heel veel mensen zeggen, dus het zit niet in centen. Ja. Maar het zit in je omgeving, in de mensen die je naast je hebt. En dat kan iedereen zijn. Dat hoef je niet alleen bij je ouders te lezen, of je vrienden, dat kan ook de begeleiding lezen. Of je PMT-therapeut, of wie dan ook. Ja. Het gaat om wat ik ook belangrijk vind, is dat je voor je eigen een basis creëert waar je op terug kan vallen als het niet lekker gaat. Precies. Of als je inderdaad de verkeerde keuze gedaan maakt, dan ben je op je gezicht gegaan. En daar rustig kan herstellen. En dan weer verder kunt en dan proberen wel de juiste keuze te maken. Ja, en wat mooi is in wat je zegt, Jan, is denk ik dat daar ook niet, waar mensen weten dat wij heel erg veel mee bezig zijn met menslievendheid, daar zit dus ook dat in, hè? Dat je aandacht voor die ander hebt, dat je je verantwoordelijk voelt en dat je gewoon samen met elkaar in gezamenlijkheid zich van stappen zet. Ja, echt naar elkaar luisteren en niet bevooroordeeld zijn. Ja, ja. Gewoon luisteren en dan echt wat er echt aan de hand is. Ja. Niet gelijk gaan oordelen. Wat de zin is die bij mij is blijven hangen, is dat jij vorige ook zei toen ik aan jou vroeg van wanneer ben je echt heel erg gelukkig, dat jij aangaf, ik ben heel erg gelukkig als ik wat liefde aan andere mensen kan geven en andere mensen wat liefde aan mij geven. Mm-hmm. En volgens mij is dat wat de basis is van, nou ja, van een mooie samenleving en van verbinding en perspectieven, dat je iets wilt ontvangen. Maar dat je dat ook heel graag aan andere mensen zou willen geven. En volgens mij zit dat ook heel klein beetje, dat het begint bij jezelf in datgene wat op het kaartje staat bij jullie in jullie tassen. En ik denk dat Jelle met jullie wil danken voor alle aandacht. En ik wil jou willen danken. Ja. Geef het jullie te doen. Ik ga je maar een uur boven zitten en zo een gesprek voeren. Ik ga er verder ook niks meer over zeggen. Ik zou alleen maar afbreuk doen aan dit hele goede gesprek, denk ik. Ik wil alleen jullie allebei hartstikke bedanken. En voor Jelle heb ik bloemen gekregen. Voor Petri niet, dat is nou jammer. Voor hem nog uitgekomen. Een natte handen moment. Hartstikke bedankt. Vanmiddag verder, even kijken of daar een sheet van is. Nou, de AB is weg, kom daar. Ja,
Wij gaan vanmiddag dus verder met twee rondes workshops. Wat willen we doen met die workshops? Laten zien hoe wij eigenlijk al proberen om co-creatie een plaats te geven in al onze projecten en om dat steeds meer te gaan doen. We zijn erin aan het leren, we willen jullie daarin meenemen. We proberen op steeds meer manieren de relatie tussen de verschillende partijen te leggen. En de workshops worden dan ook gehouden, getrokken door onderzoekers en praktijkmensen. Voor die paar mensen die ze nog niet hebben ingeschreven, als jullie dat willen doen, heel graag. Dat kan aan de inschrijfbalie. De posters, er hangen nu dezelfde 10 posters als vanmorgen. Voor diegene die ze nog niet gezien heeft, ze zijn echt de moeite waard. In de theepauze komen er dus andere 10 posters te hangen. Nou, het enige wat ik dan nog moet zeggen is dat er natuurlijk een buffet is en die kunt op 2 plekken het eten afhalen. Allemaal heel erg bedankt om 1 uur de workshops en we komen hier terug om 2:45 pauze, 2:15 in deze zaal. Oké, 10 minuten. Nou, dan doe ik gewoon even. Nou, volgens mij ga ik gewoon even kijken. Deze doen we niet en deze doen we wel. Want dan gaan we namelijk door naar de laatste slide. Wat volgens mij wel belangrijk is. Dit is het verhaal van jou, Jelle. Maar jouw verhaal is niet anders dan mijn verhaal, zou je kunnen zeggen. Want ook ik heb in alles wat ik doe de verbondenheid met andere mensen heel erg nodig. En ook ik heb moeten leren om te doen wat ik doe. Hè? Dus ik heb ook mijn competenties moeten ontwikkelen. En ook ik wil heel erg graag zelf, samen met mensen, de keuzes in mijn leven bepalen. Ik wil niet dat andere mensen tegen mij zeggen, en nu moet jij daar gaan zitten. Of nu moet jij dit gaan doen. Ik wil graag dat ze het uitleggen waarom het belangrijk is en dan doe ik het. En soms doe ik het niet omdat ik gewoon een andere mening heb. Dus die dingen die jij vertelt, die zijn voor elk mens. En dat is eigenlijk wat de zelfdeterminatie tegen die zegt. Die zegt, wil je uiteindelijk streven, en dat ga ik eigenlijk over dat tweede puntje. Wil je dus autonomie, verbondenheid en competentie beleven. Dat zijn psychologische basisbehoeften van ieder mens. Omdat je wel of niet een beperking hebt, doet er niet toe. Voldoening aan die basisbehoeften, dus jezelf voldoende autonoom kunnen voelen, jezelf voldoende competent kunnen voelen en jezelf ook voldoende in verbinding met de wereld om je heen voelen staan, met mensen die belangrijk zijn, dat leidt tot een hogere mate van welbevinden en een hogere mate van kwaliteit van bestaan. Dus dat betekent dat je natuurlijk allemaal met ons allen heel erg kunt praten over kwaliteit van bestaan en hoe je kwaliteit van leven kunt optimaliseren. Eigenlijk zegt die zelfdeterminatietheorie, die geeft ons de ingrediënten. Die zegt, aan die 3 pijlers moet je werken. En als je daar voldoende aan werkt, dan leidt dat tot welbevinden van mensen. En dan leidt dat tot een hogere mate van kwaliteit van leven. En dat zijn dus belangrijke uitgangspunten voor de toekomst. En die toekomst, die hangt natuurlijk altijd samen met dromen. En hoop. En wensen. En volgens mij zou dat een hele mooie afsluiting zijn. Wat zijn jouw dromen voor de toekomst? Wat zijn jouw wensen? Voor de toekomst, ja, dat zijn ook gewoon hele leuke dingen die iedereen eigenlijk wel wil. Dus een keertje gewoon naar een ver land gaan waar je dan nog nooit geweest bent, die alleen nog maar op televisie ziet. Ja. Maar ook in dat bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid uit gaat pakken, dat dus zo uit gaat pakken dat echt iedereen er wat aan heeft. Dat echt een bestaande plek krijgt in de gemeenschap. Ja. In de maatschappij. En dat ervaringsdeskundigen echt een rol kunnen vervullen en daardoor misschien de zorg voor cliënten kunnen verbeteren. Maar ook het werk voor professionals duidelijker kunnen maken en ja, wat lichter. Ja. Ja. Want soms zien professionals ook door de bomen niet meer door het bos. Ja, precies. En ja, als dan een ervaringsdeskundige dan kan zeggen, nou dat zit zo. Die kan het ook weer tegen de cliënten hun eigen woorden zeggen. Ja. Ja. Waardoor de professional en de cliënt zich beter gaan begrijpen en ze makkelijk beter samen kunnen gaan werken. Ja, dat is een beetje jouw wens, hè? Dat is jouw droom. Om dat
wat dan wel zo heet, een kop en een staart te geven. Niet alleen een opleiding, maar ook te zorgen dat dat land en dat meer mensen weten waarom het zo bijzonder is en mooi is om op die manier met elkaar samen te werken. En dat ook heel erg samen te doen. En wat misschien wel, wat ik heel bijzonder vond toen ik in jou een tijdje geleden vroeg, wat is voor jou geluk? Weet je nog dat we het erover hadden, wanneer zou je echt wel gelukkig zijn? Wat betekent geluk? Nou, gelukkig, dat wat heel veel mensen zeggen, is dat zit niet in centen. Maar het zit in je omgeving, in de mensen die je naast je hebt. En dat kan iedereen zijn. Dat hoeft niet alleen maar je ouders te wezen, of je vrienden. Dat kan ook de begeleiding wezen, of je PMT-therapeut, of wie dan ook. Het gaat om wat ik ook belangrijk vind, is dat je voor je eigen een basis creëert waar je op terug kan vallen als het niet lekker gaat. Of als je inderdaad de verkeerde keuze gemaakt hebt en je op je gezicht gegaan bent. En daar rustig kan herstellen. En dan weer verder kunt en dan proberen wel de juiste keuze te maken. Ja, en wat mooi is in wat je zegt wel, is denk ik dat daar ook die, waar mensen weten dat wij daar heel erg veel mee bezig zijn met menslievendheid, daar zit dus ook dat in, hè? Dat je aandacht voor die ander hebt, dat je je verantwoordelijk voelt en dat je je woont samen met elkaar. Ja, in gezamenlijkheid zeg maar stappen zetten. En, ja, echt naar elkaar luisteren en niet te bevooroordeeld zijn. Ja, ja. Gewoon luisteren en dan echt wat er echt aan de hand is. Ja. Niet gelijk gaan oordelen. Ja. Wat de zin is die bij mij is blijven hangen, is dat jij vorig ook zei toen ik aan jou vroeg van wanneer ben je echt gewoon heel erg gelukkig, dat jij aangaf, ik ben heel erg gelukkig als ik wat liefde aan andere mensen kan geven en andere mensen wat liefde aan mij geven. Mm-hmm. En volgens mij is dat de basis is van een mooie samenleving en van verbinding en perspectieven. Dat je iets wilt ontvangen, maar dat je dat ook heel graag aan andere mensen zou willen geven. En volgens mij zit dat ook heel klein beetje, dat het begint bij jezelf in datgene wat op het kaartje staat bij jullie in jullie tassen. En ik denk dat Jelle en ik jullie willen danken voor alle aandacht. En ik wil jou heel erg bedanken. Ja, ik geef het jullie te doen. Ik ga hier maar een uur boven zitten en zo een gesprek voeren. Ik ga er verder ook niks meer over zeggen. Dat zou alleen maar afbreuk doen aan dit hele goede gesprek, denk ik. Ik wil alleen jullie allebei hartstikke bedanken. En voor Jelle heb ik bloemen gekregen, voor Petri niet. Dat is nou jammer. Voordat we gaan zitten. Een natte handen moment. Hartstikke bedankt. Dank je wel. Nou, hoe gaan we vanmiddag verder? Even kijken of daar een sheet van is. Nou, de AB is weg. Oh, daar. Ja, wij gaan vanmiddag dus verder met twee rondes workshops. Wat willen we doen met die workshops? Laten zien hoe wij eigenlijk al proberen om co-creatie een plaats te geven aan al onze projecten en om dat steeds meer te gaan doen. We zijn erin aan het leren, we willen jullie daarin meenemen. We proberen op steeds meer manieren de relatie tussen de verschillende partijen te leggen. En de workshops worden dan ook gehouden, getrokken door onderzoekers en praktijkmensen. Voor die paar mensen die zich nog niet hebben ingeschreven, als jullie dat willen doen, heel graag. Dat kan aan de inschrijfbalie. De posters, er hangen nu dezelfde 10 posters als vanmorgen. Voor diegene die ze nog niet gezien heeft, ze zijn echt de moeite waard. In de theepauze komen er dus andere 10 posters te hangen. Nou, het enige wat ik dan nog moet zeggen is dat er natuurlijk een buffet is. En je kunt op 2 plekken het eten afhalen. Allemaal heel erg bedankt om 1 uur de workshops. En we komen hier terug om 2:45 pauze, 3:15 in deze zaal.
voorstellen. Ja. Ik ben Petri Emmerichs, ik ben onderzoeker. Ik werk hier op de Universiteit in Tilburg. Samen met heel veel leuke mensen die goed onderzoek doen. En wij proberen vooral onderzoek te doen samen met mensen met een verstandelijke beperking en met hun ouders. En met mensen die werken in organisaties. Waarom is co-creatie en onderzoek voor jou een belangrijk thema? Nou, we hebben daar natuurlijk heel veel over verteld, volgens mij Jelle, over co-creatie. Ik vind het heel erg belangrijk omdat co-creatie betekent dat je heel gelijkwaardig met elkaar bedenkt wat belangrijk is om te ontdekken, wat belangrijk is om te ontwikkelen en dat je samen onderzoek doet waarbij de een niet meer is dan de ander, maar de een weet andere dingen dan de ander en andersom. Dus je vult elkaar aan. En als je dat doet vanaf het begin, dan komen er hele mooie producten uit en hele mooie onderzoeksresultaten die ook mensen in de praktijk graag willen gebruiken. Terwijl als ik dat niet doe, als ik zelf achter een bureau iets zou gaan bedenken en ik heb het daar met niemand over, dan zou het misschien wel een heel mooi wetenschappelijk onderzoek zijn, maar dan gebruikt niemand dat. Daar vind ik dat heel belangrijk, dat we het echt samen doen. Hoe zou volgens jou een ideale co-creatie eruit zien? Een heel ideale co-creatie zou voor mij zijn dat op het moment dat iemand bij ons komt en zegt daar zouden we eigenlijk onderzoek naar moeten doen, dat we dan meteen mensen zoals Jelle vragen, kun je met ons meedenken? Dat we meteen bijvoorbeeld een vader of een moeder vragen van zou je hier mee kunnen denken? En een paar mensen uit de praktijk. Vanaf het eerste moment. En nu is het zo dat we dat soms pas halverwege doen. Dus dat we zelf al gaan bedenken voor de universiteit, zo moet het onderzoek eruit zien en dat moet, he, is allemaal heel technisch. En dan halverwege denken van, goh, hier moeten we ook echt met cliënten zelf over praten, he, met mensen met een verstandelijke beperking zelf. En eigenlijk vind ik dan dat een beetje aan de late kant. Dus als we naar de toekomst kijken, dan zou ik heel graag onderzoekers hebben die met ons meedenken en toevallig een verstandelijke beperking hebben. Maar wel heel belangrijke bijdrage hebben. Wat levert co-creatie op voor de wetenschap? Voor de wetenschap levert het volgens mij op dat we kennis ontwikkelen die echt iets betekent. En soms dan is er wetenschappelijk onderzoek wat heel interessant is, maar waarvan ik als mens in deze samenleving nog heel erg goed na moet denken wat ik ermee kan. Dus het is heel ver weg van alles wat we eigenlijk op dit moment zelf nodig zouden hebben. En ik hoop dat met co-creatie je onderzoek doet en kennis ontwikkelt, waardoor iedereen daar ook iets in herkent. En denkt van, oh ja, dat klopt. Daar zou ik inderdaad wel iets mee kunnen doen, want dan wordt mijn leven net een beetje mooier of dan word ik net even wat gelukkiger. Welke boodschap zou je onderzoeker willen meegeven? Dat ze die uitdaging aangaan. En dat het soms heel ingewikkeld is. En dat je soms ook jezelf heel kwetsbaar op moet stellen. Dat je denkt van, oh, doe ik dit wel goed? Dat je dus ook het wel heel spannend moet durven te vinden om een lezing te geven. Jelle vond het spannend toen hij vandaag een verhaal vertelde. Maar ik ook. Omdat, wat ik net zei, je kan het niet helemaal doen zoals je zelf van tevoren bedenkt met 20 slides en he, alles in controle houden. Je moet het een beetje loslaten. Dus het is ook spannend, maar ik denk als je dat aandurft, dat je meer betekenis geeft aan het werk wat we doen. En dat gun ik iedereen. Ja. Oké, hartelijk dank voor dit interview. Dankjewel. Oké, Marleen Grembel-Duba, wilt u zich even voorstellen? Ik ben orthopedagoog en ik werk als manager op een kliniek voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Wat maakt co-creatie en onderzoek voor jou een belangrijk thema? Nou, voor mij is het een belangrijk thema omdat ik vind dat in onze praktijk willen we goede zorg kunnen leveren, dus willen we een hoge kwaliteit van zorg hebben. Dan is het heel belangrijk dat we als professionals samenwerken met onderzoekers en met beleidsmakers en met cliënten. En dat zeg maar in die samenwerking, in die co-creatie, we op zoek gaan naar hoe we nog beter ons werk kunnen doen. En daar hebben we echt ook onderzoekers voor nodig. Maar ja, zoals Peter net al zei,
onderzoek werkt natuurlijk alleen maar heel goed als ook echt de mensen waar het om gaat daarin goed betrokken zijn. Dus voor mij is dat een heel belangrijk thema. Voor mij, omdat ik in de praktijk werk, omdat wij als praktijkwerkers willen ontdekken hoe wij nog beter kunnen omgaan met mensen met gedragsproblemen, hoe we het ook kunnen voorkomen. En dat doen we in samenwerking met de onderzoeker en met de cliënt. En dat vinden wij co-creatie. Wat is het mooiste praktijkvoorbeeld dat je kent van co-creatie en onderzoek? Nou, ik denk Peter heeft mij nou niet voor niks uitgenodigd, want op dit moment is er zeg maar waar ik werk, eigenlijk al een jaar lang of misschien al langer, zijn we bezig met een onderzoek. En dat onderzoek richt zich op het ontdekken wat gedragsproblemen nou precies zijn en wat er bijvoorbeeld, wat een cliënt ervaart op het moment dat hij een gedragsprobleem heeft of hoe begeleiders dat ervaren. En dat onderzoek zijn we heel blij mee, omdat wij, zoals ik net al zei, eigenlijk willen weten hoe wij nog beter kunnen omgaan met gedragsproblemen. En we willen eigenlijk ook dat het gewoon minder voorkomt. En dan moeten wij ook meer kennis krijgen over hoe wij zelf ons werk beter kunnen doen. En natuurlijk praten wij met elkaar heel veel over, dus als begeleiders en orthopedagogen, over hoe we in bepaalde situaties moeten handelen. Maar wij denken dat wetenschappelijk onderzoek toch net iets meer betekenis gaat geven in hoe wij de dingen elke dag doen, omdat het toch wat objectiveert. Hè. Dus je gaat veel meer algemeen kijken wat goed werkt. En daar zouden wij in de praktijk weer heel goed gebruik van kunnen maken. En wat wij nu al een jaar aan doen zijn, is heel goed samenwerken met de onderzoeker. De onderzoekers, die zijn er ook heel veel, hè. Die zijn er soms elke dag. De cliënten weten dat de onderzoekers er zijn, maar ze weten ook dat het een onderzoeker is en geen begeleider. En iedereen is eigenlijk al vanaf het begin van het onderzoek bezig met meer na te denken over waarom doe ik nou de dingen zoals ik ze elke dag doe. Dus ze zijn eigenlijk bezig met al beter aan het worden, terwijl we nog niet eens weten wat de uitslag van het onderzoek is. En dat vinden wij zo mooi in die co-creatie. Dat vinden we ook een heel moeilijk woord. Maar... Wat levert co-creatie en onderzoek op voor de praktijk? Ik zei het net al een klein beetje. Voor ons levert het in ieder geval op dat wij meer leren hoe wij beter kunnen omgaan met onze cliënten. Dat leren we uit het onderzoek. De manier waarop nu dat onderzoek is opgezet door de academische werkplaats en hoe van begin af aan een hele goede samenwerking is geweest tussen de cliënten, want die hebben heel veel voorbereiding gehad, ook op hoe het onderzoek eruit gaat zien, wat onderzoek eigenlijk is en waarom het zo belangrijk is. En dat is ook gebeurd met de begeleiders. Denken wij dat eigenlijk al vanaf het begin, zeg maar het hele proces, dat hele jaar, we al sterker aan het worden zijn in hoe wij met elkaar omgaan en ook hoe we omgaan met bijvoorbeeld moeilijk gedrag van mensen. Dus niet alleen het eindresultaat van het onderzoek telt, maar ook de hele weg daarnaartoe en de manier waarop je dat met elkaar samen doet. Dus wij komen eigenlijk ook meer in onze krachten, dat is ook wat de begeleiders zeggen. Die zijn ook veel meer aan het nadenken hoe ze elke dag handelen en hoe ze omgaan, ook in moeilijke situaties. Welke boodschap zou je de praktijk willen meegeven? De boodschap die ik zou willen geven is dat het heel erg belangrijk is dat je ook onderzoek toelaat in je praktijk. Dus dat je niet denkt van nou onderzoek dat is allemaal gedoe en wat heb je er eigenlijk aan. Maar dat je eigenlijk gaat ontdekken als je dus zeg maar in co-creatie dat met elkaar gaat doen. Dat de wetenschap ook iets van jou is als begeleider en van jou als orthopedagoog. Maar ook als van jou van de cliënten. Dus je hebt meer regie op waar je mee bezig bent en ook op het hele proces van onderzoek. Ik denk ook, en dat is ook een boodschap die ik wil meegeven, als je op deze manier met elkaar onderzoek doet en samenwerkt, dus als cliënten, als professionals en ook als managers, dat het dan ook veel makkelijker wordt om op het moment dat je
dingen hebt ontdekt uit het onderzoek, dus dat je bevindingen hebt, dat je, die wil je ook gaan toepassen, want daar komen natuurlijk conclusies uit en adviezen over hoe je bijvoorbeeld een goede interventie kan doen. Nou, dat gaat natuurlijk veel beter werken als je al van begin af aan betrokken bent in dat onderzoek. Oké, hartelijk dank voor het interview. Geen dank, graag gedaan. Dan krijg ik Jelle Vos. Wil u zich dit voorstellen? Ja, ik ben Jelle de Vos, ervaringsdeskundige van Stichting Zuidwester. Ik woon in Zevenbergen. En daarnaast ben ik sociale Goldstein trainer, sociale vaardigheidstrainer. En ik doe dit werk nu bijna een jaar. En het bevalt zeer goed. Co-creatie betekent dat mensen met beperking en mensen zonder beperking samenwerken als ze onderzoek doen of als ze een lezing geven. Wat vind jij daarvan? Ja, dat vind ik een hele vooruitgang met hoe dat vroeger ging. Nu kun je dingen veel meer kennis bij elkaar krijgen en een nog duidelijker uitslag krijgen aan het einde van zo'n onderzoek. En ik vind het heel belangrijk dat daar vooral mensen daarmee bezig blijven, dat co-creatie echt een bestaand ding wordt. Wat moeten mensen zonder beperking doen om goed te kunnen samenwerken met mensen met een beperking? Nou, is vooral goed luisteren en proberen een beetje op gelijke hoogte te komen met degene waar ze mee samenwerken. Dat ze niet met de moeilijke woorden gaan praten, want dan kan diegene niet meer volgen. En andersom ook niet, want dan werkt het onderzoek niet of het gesprek niet. En het is vooral heel belangrijk dat het ook al gemoedelijk gaat. Dan kom je veel eerder bij, vertel je veel meer, als dat het allemaal heel strak achter elkaar gaat. We hebben inmiddels afscheid genomen van een van mijn interviewen die ik interview moest geven. En we gaan nu verder met Jelle Vos. Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking er zelf aan als ze samenwerken met de onderzoekers? Nou ja, ze worden er zelf veel wijzer van. Ze kennen leren zichzelf beter kennen, ze leren andere mensen kennen hoe ze beter met hun samen kunnen werken. En ja, vooral mij geeft het een gevoel dat, van waarde, dat ik iets zinvols doe. En dat vind ik wat meest waardevol, dat je iets doet wat zinvol is. Waar je anderen dan uiteindelijk mee kan gaan helpen. Of misschien een heleboel mensen tegelijk kan gaan helpen. Welke boodschap zou jij mensen met een beperking willen meegeven? Nou ja, doe vooral je best, zeker als het even tegen zit. Niet gewoon gaan zitten mokken, nee, gewoon doorgaan. En zorg ervoor dat je een basis hebt in je omgeving waar je naar terug kan vallen als het niet lekker gaat. Dat die mensen jou even op kunnen vangen, waar je mee kunt praten en dan uiteindelijk weer verder kunt gaan. En daar heb ik zelf heel veel aan. Oké, hartelijk dank voor dit interview. Oké, welkom terug allemaal. Ik hoop dat iedereen goede workshops heeft gehad en een beetje een idee heeft gekregen van de manier waarop wij in co-creatie proberen samen te werken. En ik hoop ook dat jullie gekeken hebben naar de posters. Eén van de posters was van Philadelphia. En dat wees mij er even op dat we vanmorgen heel erg dom zijn vergeten Philadelphia te melden. Wij werken nu naast onze vaste partners met 4 andere partners samen in projecten, maar sinds kort niet met 4, maar met 5, maar ook met Philadelphia. Met een heel mooi promotieonderzoek en daar zijn we heel blij mee. Maar we gaan nu verder met het plenaire deel. We gaan naar de communities. In april, 7 april 2014 is de eerste community van de werkplaats gestart. En ik geef graag het woord aan Lucien Heerkens, Hanneke Kooijman en Mariska IJsberg. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik vind het een beetje spannend om hier te staan.
We zijn inmiddels een jaar bezig met de community. En dit is de eerste keer dat we iets op die communities ook op deze manier met jullie gaan delen. Dus in ieder geval een beetje spannend. Ik doe dat samen met Mariska IJsberg en met Hanneke Kooijman. Ik kom daar in het programma kom ik daar nog heel even op terug. De communities, een manier om nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken, dat is zoals we gestart zijn met die vraag. Zou dat een manier kunnen zijn om die kennis ook te gaan gebruiken in de praktijk? En hoe gaan we dat dan doen? We hebben daar, ik doe dat natuurlijk niet alleen, ik doe dat vooral samen met Jolanda Haberaken en Petri. Maar ook samen met de deelnemers, want van iedere organisatie die aan de academische werkplaats gekoppeld is, is één vertegenwoordiger eigenlijk in die community aanwezig. En een aantal mensen zitten daar op een rij. Zoals jullie zien is iedere organisatie is vertegenwoordigd en vanuit de Zuidwester zijn dat twee mensen die erin participeren. Het eerste gedeelte dat neem ik voor mijn deel, voor mijn rekening, de doelstelling van de community en daaraan gekoppelde onderzoek. Het tweede gedeelte zal Mariska doen. Zij zal haar eigen ervaringen als deelnemer aan de community met jullie delen. En het derde deel, dat zal Hanneke Kooijman doen. En die zal veel meer kijken vanuit het perspectief vanuit de praktijk. Nou, de community. Hoe zijn we gestart? We hebben eigenlijk eerst gekeken van, wat is dan kennis, welke kennis is voorradig om met de praktijk te delen? Dat doen we natuurlijk al op heel veel manieren, maar alleen een nieuwsbrief uitbrengen, rapporten uitbrengen, trainingen uitbrengen, dat blijkt ook niet echt voldoende te zijn om ook daadwerkelijk, tenminste dat vinden wij met elkaar nog niet voldoende, om die kennis ook echt in die praktijk te laten landen. Dus dat is ook echt het doel geweest. We hebben gedacht van, als we kijken naar de drie onderzoekslijnen die de academische werkplaats heeft, dan hebben we eigenlijk de meeste kennis op dit moment, daar is Petri al heel lang mee bezig, hebben we opgedaan rondom empowerment van medewerkers in het primair proces. Dus we hebben gedacht, we pakken die onderzoekslijn en daar gaan we met elkaar eens eigenlijk een zoektocht, een tocht met elkaar van hoe kunnen we dat bij die cliënten op die werkvloer krijgen, die kennis. Nou, we hebben 8 deelnemers. Dat hebben jullie net gezien. We hebben eigenlijk 5 bijeenkomsten gehad. Van april, inderdaad, 7 april vorig jaar zijn we gestart. Tot aan nu zijn we 5 keer bij elkaar geweest. Wat we daar hebben gedaan is leden van de community die ontmoeten elkaar daar. En die hebben voornamelijk good practices en evidence-based kennis uitgewisseld. Daar zijn we eigenlijk ook mee begonnen. En tijdens deze bijeenkomsten heeft steeds het waarom, het wat en het hoe van kennis delen centraal gestaan. Nou, daar neem ik jullie een stukje in mee. Want dat hebben we ook gevolgd met onderzoek. En dat heeft eigenlijk 4 onderwerpen heeft dat eigenlijk opgeleverd. Want we hebben eigenlijk gekeken naar de inbreng, wie is leading. We hebben gekeken naar het proces. We hebben gezien dat als je dat systematisch in beeld kunt brengen aan de hand van een plan, do, act, cyclus, dat je daar ook heel veel uit kan halen. We hebben gekeken naar de inhoud, waar richt het proces zich op, en de waarde, de evaluatie van de community. We hebben een voor- en een tussenmeting gedaan. En het is een tussenmeting, is de laatste meting geweest, die is 31 maart geweest, dus het is allemaal nog vers. Dus we zitten eigenlijk ook nog midden in het proces, dat wil ik jullie in ieder geval meegeven. Als je kijkt naar de inbreng, wie is leading, dan hebben we vooral gezorgd dat die 2 soorten kennis eigenlijk in de community bij elkaar komen. We hebben de onderzoekskennis en we hebben de professionele kennis. Daarom zijn ze ook groot gemaakt. Dat zijn eigenlijk de soorten kennis die we bij elkaar brengen. En wat je ziet in de tijd, is dat het accent van de inbreng eigenlijk verschuift gedurende de tijd. Dus in het begin zijn de leden, en dat is natuurlijk ook niet zo gek, maar de leden van de community zijn nog volgend, hè, van wat gaan we eigenlijk met elkaar doen en waarom doen we het eigenlijk met elkaar. En heel langzaamaan zie je eigenlijk de inbreng van de wetenschap, die in het begin heel erg dominant is, die zie je eigenlijk verschuiven naar waar de praktijk eigenlijk dominant wordt. En dat is eigenlijk heel mooi te zien. Nou, dan hebben we het proces, dat hebben we dus inderdaad systematisch in kaart gebracht door die plan, do, check, act cyclus.
En we zijn gaan kijken, maar God, wat zien we nu eigenlijk gebeuren als we alles langs elkaar leggen? We hebben interviews gehad, ik ben begonnen met een projectplan te schrijven, we hebben een ontmoeting gehad, we hebben een duidelijk doel, de vorm en de samenstelling, daar hebben we naar gekeken. En dan zie je eigenlijk dat zo'n voorbereiding, dat is eigenlijk de eerste kolom, dat je vanuit de visie van de academische werkplaats hebben heel erg gezocht naar een vorm en samenstelling van de community. Dus dat eerste, die voorbereiding, die zit heel erg op de vorm in. Als je kijkt naar het kernwoord, dan hebben we daar echt gezien dat we dat in vorm waren. Dan zie je eigenlijk in een soort looping ontstaan, dat je dan eigenlijk weer opnieuw begint, want dan ga je weer die plan, do, check, act cyclus in. En dan zie je bij de start dat we heel erg stil hebben gestaan bij het waarom. Waarom zit je nou hier? Waarom wil je aansluiten? Dat je heel erg samen daar op, dat je daar de gesprekken eigenlijk met elkaar over hebt. En dat we daar ook aan het begin een eerste vragenlijst op af hebben genomen. Nou, dan hebben we interviews gehouden over kennis delen. Wat is nou eigenlijk die kennis? En waar denk jij dan aan als je het hebt over kennis? En wat zou je dan kunnen delen? Daar zijn eigenlijk 4 thema's uitgekomen. En daar kom ik daar nog even op terug. En op die thema's, dat hebben we eigenlijk een beetje als input gebruikt, als discussiemateriaal om te kijken van, God, als je nou een uitdaging in je gedachten meeneemt vanuit je organisatie, waar je graag mee aan de slag zou willen, ja, hoe zou je dat bij elkaar kunnen brengen? En daar hebben we gekeken welke input zou je dan vanuit de academische werkplaats in kunnen brengen. En als je ziet in die tweede kolom, dan zijn we daar al met elkaar veel meer richting aan het geven. Nou, dan zie je eigenlijk nog een looping starten en dan zie je eigenlijk de derde, de veranderingen in de praktijk. Nou, we hebben het gehad over 4 niveaus van kennisdeling, daar kom ik daar ook nog heel eventjes op terug. En dan hebben we met elkaar gekeken naar, God, we gaan nu eens rondom die uitdaging die je mee hebt gebracht, een plan van aanpak schrijven. Nou, dat plan van aanpak, dat is dan geschreven, dat is ook weer onderzoeksmateriaal, wat je met elkaar straks ook nog gaat analyseren. En daarna hebben we eigenlijk gekeken van, God, ga nou eens kijken in je eigen praktijk, als je het hebt over die uitdaging, wie je bij die uitdaging kan gaan betrekken. Dus hoe ga je het in die organisatie een plekje geven? Dus hier is het allemaal hier op de universiteit geweest en nu ga je eigenlijk een stap maken naar de praktijk. En dan zie je eigenlijk in die derde looping, zie je eigenlijk de kennisbenutting. Dus dan ga je al veel meer kijken van, God, welke kennis kunnen wij dan koppelen aan die uitdaging die jullie hebben ingepakt. En inmiddels zijn we alweer met de 4e looping bezig, maar goed, ik zei altijd, het is een tussenevaluatie. Dus, even kijken, de inhoud, waar richt het proces zich op? Nou, ik heb het al een paar keer gezegd, een uitdaging vanuit de organisatie. En als ik dan een uitdaging noem, dan is dat bijvoorbeeld, hoe kan ik meewerken in het primaire proces ondersteunen bij het relatiegericht werken? Wat hebben jullie nou eigenlijk allemaal onderzoek al opgelopen? Als we daar scholing aan koppelen, hoe kunnen we dat dan het beste doen? En dan halen wij er een beetje, dan halen wij de literatuur bij en dan halen wij de onderzoekers erbij. En de onderzoekers die leveren op die momenten ook input. Want we hebben eerst gekeken van, God, als je nou die uitdaging op tafel legt, welk type kennis heb je hier dan voor nodig? Dus wat zou een bouwsteen kunnen zijn om een antwoord te geven op die uitdagingen die je meebrengt? En dan zie je eigenlijk dat we er 4 hebben eigenlijk benoemd. En dan heb je het over uitontwikkelde producten. Dus we hebben trainingen hebben ontwikkeld. Zou dat een antwoord dan kunnen zijn op die uitdaging? Of good practices die we vanuit collega-instellingen bij elkaar hebben gebracht. Zou dat een antwoord kunnen geven? Of misschien wel onderdelen van uitontwikkelde producten. Vanuit dichterbij hebben we mensen die de professionalisering. Dat is een training en een aantal mensen in de community die vroegen van, God, ik zou zo graag willen weten, als je het afpelt, die training, wat er dan voor kennis in die training zit. Want dat is volgens mij heel belangrijk en gemakkelijk om mee te nemen naar de training die wij al hebben. En de andere was de organisatie in beweging brengen met behulp van ontwikkelde kennis. Nou, dat zijn eigenlijk eigenlijk dit soort type kennis, die zijn eigenlijk als bouwstenen gebruikt om uiteindelijk dat plan van aanpak ook, van input te voorzien. Nou, daarnaast zijn we inderdaad met projectgroepen gestart, met sleutelfiguren vanuit de eigen organisatie. En daar zal dadelijk ook Mariska nog het een en ander over vertellen.
Nou, dan de waarde. Nou, het is de evaluatie van de community. Het wordt met onderzoek wordt het gevolgd. We hebben een voor- en tussenmeting hebben we gedaan met de deelnemers door middel van een vragenlijst. Bestaande uit 4 vragen. Die hebben we vooraf afgenomen en die hebben we nu weer afgenomen. Waarom wil je deelnemen aan de community en waarom wil je nog steeds deelnemen aan de community? Wanneer is de community voor jou geslaagd? En kun je beschrijven wat je als persoon hebt gehad aan deelname aan de community en wat je hiermee gedaan hebt in de praktijk? En wat wil je over een jaar met de community hebben bereikt en waarom? Nou, we zijn nu een jaar verder, maar je ziet gewoon dat je ook nog midden in dat proces zit. Dus ik wil heel graag met jullie kijken naar de bovenste twee vragen. Die hebben we inmiddels geïnteresseerd. En wat je dus ziet, als je kijkt naar het resultaat van vraag 1, waarom wil je nog steeds deelnemen aan de community? Dan zie je eigenlijk een aantal thema's waarna je de uitspraken eigenlijk naartoe kunt brengen. En dan zie je praktijk, inspiratie, inzicht en samen. Nou, als je dan net over praktijk hebt, het over samenbrengen van praktijk en wetenschap. Dat zegt iedereen ook al in het begin. Nieuwsgierigheid naar de wetenschap, kennis opdoen en samen en delen, of samenwerken en delen. Dan zie je in meting 1 dat iedereen dat noemt. In meting 2, dan wordt dat nog steeds eigenlijk genoemd. En bij samenwerken en delen, daar krijg je al een beetje onderscheid. Daar zie je samen dat dat nog steeds heel belangrijk is. Maar daar krijg je een onderscheid tussen raakvlakken, uitdagingen en uitwisseling. En dat is ook natuurlijk omdat je met die uitdaging met elkaar aan de slag bent gegaan. En wat je ook ziet, is dat er dus twee thema's bijkomen. En dat is het kennis halen van de andere organisatie en van de universiteit. En de vorm van de community. Gaandeweg krijg je toch de verduidelijking van de community. Eigenlijk wordt gaandeweg duidelijk van God, wat willen we eigenlijk? Wat zouden we eigenlijk heel graag willen? En hoe geven we daar ook handen en voeten aan? Want wat we willen, dat delen we eigenlijk vanaf het begin al met elkaar. We willen heel graag dat die ontwikkelde kennis ook in die praktijk landt bij die cliënt of die klant of die ouder of bij die begeleider. Dat is het doel. En dat doen we eigenlijk vanaf het begin. Als je kijkt naar die tweede vraag, dan zie je wanneer is de community voor jou geslaagd. Dan kijk je naar de praktijk en dan zeg je verbetering van zorg. Bij inzicht, zicht op werkzame elementen. En bij samen, dat is voornamelijk de verbinding maken. En dan zie je inderdaad in meting 1 dat je praktijk, inzicht en samen al hebt. En in meting 2 komen daar 4 thema's eigenlijk bij. Men geeft aan dat ze graag doorgaan op de ingeslagen weg. Deelnemers willen ingezette lijn graag voortzetten. De wederzijdse beïnvloeding van wetenschap en praktijk. De brug tussen praktijk en wetenschap, ja, dat wordt steeds meer gezien. En ook gewaardeerd. En het gebruik van wetenschappelijke kennis in de organisatie is ook een thema wat erbij komt. Dus we willen ook heel graag de onderzoeksresultaten inzetten in de praktijk. En de borging is eigenlijk de opgedane kennis integreren in de praktijk. Dus dat zie je eigenlijk in de tweede meting uitkomen. Nou, en dan geef ik heel graag het woord aan Mariska. Nou, welkom. Ik ben Mariska IJsberg en ik ben een van de leden binnen de community. Ik ben orthopedagoog en vakgroepvoorzitter bij de HSVZ. En in die hoedanigheid zit ik ook in de community. Hij is in ieder geval nu ongeveer een jaar bezig en een van de eerste dingen die we gedaan hebben was iets invullen over je motivatie van goh, waarom wil jij nou meedoen aan deze community? En we moesten een datum in onze agenda schrijven en dat was 16 april 2015. Dat leek toen nog heel erg ver weg, maar het komt sneller op je pad dan dat je zelf denkt. Mijn motivatie van waarom wil ik nou deelnemen in zo'n community? Dat heeft denk ik vanuit mijn eigen drijfveer als orthopedagoog te maken, maar ook in het aansturen van andere orthopedagogen, dat je constant met elkaar zoekt naar verbetering in je organisatie. En dat je ook daadwerkelijk de praktijk wil beïnvloeden en de medewerkers wil versterken die in die praktijk werken.
Ik vind zelf de relatie tussen een cliënt en een begeleider heel erg belangrijk. En ik heb eigenlijk ook al wel in de afgelopen jaren ontdekt dat als je hun kunt versterken of kunt ondersteunen, dan heeft dat ook effect. Effect op het systeem waar iemand in zit, maar ook effect op de cliënt zelf. En ook effect op die relatie die zij hebben. Ik zit ook in de community om ervaringen te delen en te brengen en te halen. En ja, het is dom om dingen toe te passen in werken. Maar het is eigenlijk nog veel dommer om dingen niet te gebruiken die al zijn effect bezig hebben de afgelopen periode. En dan is het slim om dat niet in je eentje uit te zoeken, maar dat wel met mensen uit een andere organisatie en ook met de wetenschap die ervaringen uit te delen. En dat is denk ik wat de afgelopen periode ook gebeurd is in dat jaar. Nou, de community, hoe werkt het? We zijn een aantal keer bij elkaar gekomen. Toen ik daaraan begon, dan zit die motivatie wel in je hoofd en je weet ook wel, we gaan daar ja, wel ervaringen delen. En ik zal daar ongetwijfeld ook wel weer kennis op doen. Maar toch weet je niet goed waar je aan begint. En het verandert ook. Wat net verteld werd, is dat die lijn van die wetenschap naar de praktijk, dat in het begin vooral mensen die hun verhaal hadden, hun verhaal deden. En ik kan me herinneren dat er 8 aparte mensen omheen zaten die dat verhaal aanhoorden, luisterden en dachten, oh, daar heb ik wat aan of dat is interessant. Maar wat er dan gebeurt, is dat je dus ook wel gezamenlijkheid vindt in je motivatie. Van, hé, er zitten hier nog meer mensen bij elkaar die zoeken van, hoe kan ik nou binnen mijn organisatie ook dingen vinden om de medewerkers te versterken en daarmee ook nou ja, voor cliënten, bewoners het beter maken. Ik heb daar ook de echte samenwerking met de wetenschap gevonden. Dus niet alleen het luisteren en van, oh, daar zou ik wat mee kunnen of dingen lezen, maar ook met elkaar in gesprek gaan van hoe zou ik het dan kunnen gebruiken of hoe ga ik daar nou mee aan de slag. En wat ik merk is dat daardoor een soort wisselwerking ontstaat doordat je zelf dingen meeneemt uit die community en door de uitdaging kreeg een opdracht van, goh, hoe ga jij daar nou binnen je eigen organisatie of je eigen manier mee aan de slag? Merk ik dat we daarmee in onze eigen organisatie aan de slag gaan, maar dat we ook elkaar wel vinden in het delen van die ervaringen. Van, goh, hoe heb jij je projectgroep samengesteld? Of wie heb je erbij betrokken en wie kom je tegen? Dus ik merk dat het eigenlijk dat we nu elkaar ook daarin gaan vinden. En de volgende stap zou best kunnen zijn dat dat straks ook weer nieuwe kennis oplevert als wij daarmee aan de slag gaan. Verbinding in mijn eigen organisatie. We kregen dus ook de opdracht mee van, goh, neem een uitdaging. Toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat nou eens aanpakken? Het was best zoeken, wat wil je dan doen? Waar ik zelf mee bezig ben, is dat ik graag wil dat er goede pedagogen zijn die werken vanuit een relationele visie en die daarmee begeleiders kunnen versterken. Dat vind ik zelf belangrijk en dat vind ik voor de mensen die ik aanstuur ook belangrijk. En wat daarvoor nodig is, is kennis en vaardigheden, verbinding tussen de managers, de pedagogen en de begeleiders. We hebben ook wel ontdekt dat je daar elkaar voor nodig hebt om ook bij de praktijk aan te komen en ook die begeleiders te beïnvloeden. En het is belangrijk om kennis te hebben over wat werkt. Nou, daar was ik op dat vlak al mee bezig en ik haalde die kennis binnen die community. En toen dacht ik, nou, wat is het mooier om de wetenschap te betrekken bij wat ik daar aan het doen ben of wat ik wil met die pedagogen en managers. Zo zijn we dus eigenlijk uitgekomen tot een project waarmee wij
nou kijken van, goh, wat is er nou binnen de wetenschap al bedacht wat te maken heeft met relationeel werken? En nou, hoe kunnen de mensen die daar op de werkvloer mee werken, mee verder? Wat hebben zij nou voor vragen aan de wetenschap? En dan vervolgens met de kennis die zij aangereikt krijgen, kunnen ze weer met elkaar verder om dat in de praktijk te brengen en verder uit te zoeken van, goh, wat werkt nou wel en wat werkt niet. 19 mei is voor ons de eerste start. Dan gaan we ook met managers en pedagogen en vanuit Tromso daarmee een start maken binnen mijn organisatie in Brabant. Hoe het gaat werken en wat het voor effect gaat krijgen, dat weet ik niet. Maar dat het effect zal hebben, daar ben ik van overtuigd. En wat het zo interessant maakt en waarom ik het erg leuk vind en inspirerend om in die community te zitten, is omdat het een nieuwe manier is om met wetenschap samen te werken. En dat ik echt wel het idee heb van met de ervaringen die je in de praktijk hebt en het luisteren naar elkaar en bevraagd worden op wat je doet, dat effect heeft. En dat daardoor denk ik de kennis die er is ook echt wel terecht gaat komen daar waar het terecht zou moeten komen. En Hanneke, die gaat het open. Sluiten van de prijsuitreiking waar iedereen naarstig naar uit zit te kijken natuurlijk. Zo'n dankbare taak. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Hanneke Kooijman, ik ben manager zorgondersteuning en ontwikkeling bij ASVZ en Carante Groep. ASVZ maakt deel uit van Carante Groep. En Carante Groep is simpelweg een samenwerkingsverband van 12 autonome organisaties in de care. En we hanteren het hele simpele principe, als je kennis deelt wordt het meer en als je erop blijft zitten wordt het minder. Een andere motivatie dan dat om dit te doen kan ik eigenlijk niet noemen, het is best simpel. En de tweede vond ik eigenlijk wel toepasselijk voor vandaag en die heb ik gepikt, geciteerd van Mathieu Wegeman. Kennis kan niet handelen en mensen kunnen dat wel. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Ik ben zelf al 15 jaar bezig. Zo'n beetje met kennis delen en kennis verspreiden en ontwikkelen samen met mensen. En ik was met Lucien aan het voorbereiden en we zaten weer even in Wegeman, zat ik te bladeren. En wat ik zo leuk vind is dat ik dan na een paar jaar ineens alweer iets lees en denk, verdraaid, er is ook theorie over wat ik aan het doen ben, dat is leuk. En dat had ik vanmorgen eigenlijk weer bij de kun je zo doen, maar in de praktijk doe je dat wel eens hoor, dat je gewoon iets doet vanuit je motivatie en dat je iets wil bereiken. En vanmorgen had ik dat weer, dat ik dacht, experience-based co-design, nou, wauw, dat is eigenlijk wat, deze man kan het veel beter vertellen, maar dat is wat ik heel graag wil doen. En het mooie is, Petri, jij hebt vanmorgen de norm neergezet voor co-creatie en ik was net in een workshop en Kim die vertelde heel enthousiast over haar onderzoek en daar stond co-creatie. Het was iemand die zei, ja maar dit is nog helemaal geen co-creatie. En toen dacht ik, nou hartstikke mooi, want nou zijn we echt op weg om invulling te geven aan dat begrip co-creatie. Want zo makkelijk is dat nog helemaal niet. En Wegeman zegt daar wel hele mooie dingen over. Hij zegt, data krijgen betekenis en daarmee bieden ze de mogelijkheid tot handelen. Maar die mensen moeten dat doen. Dat is nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Is gewoon zo. Hij is ingenieur, dus hij heeft ook een mooie formule daarvoor. Die kennen jullie vast wel. Hè? Kennis is de functie van informatie, maal ervaringen, maal vaardigheden, maal attitude. Dus iedere hoogleraar die straks denkt dat het Nationaal Programma Gehandicapten gaat over wetenschappelijke kennis implementeren, die moet nog even heel goed naar Petri luisteren. Om te snappen dat het toch echt iets anders is. En dat is mijn grote wens, daar heb ik er later nog bij gezet bij mijn verhaal, en mijn overtuiging dat het NPG daarover moet gaan. Maar omdat Petri zich ermee bemoeit, heb ik daar wel vertrouwen in. En wij moeten als praktijk ons daar ook mee bemoeien. Hè? Ik heb in de wandelgang een aantal mensen die zeiden, hey, hebben jullie al iets bedacht over wat jullie gaan inleveren voor het Nationaal Programma? Ja, ik ben vandaag ook hier, maar gisteren en morgen ben ik weer in die
zuigende praktijk, help mij maar even wetenschap om mij te bevragen op wat ik heel graag wil. Ik wijk helemaal af van wat ik zou gaan zeggen. Vreselijk. Nou ja, ik heb ervaring met kennis delen, met mensen samen. En zoals Wegeman het zegt, je moet investeren in een sterke collectieve ambitie. En investeren in het kennisniveau, in de formulering zoals Wegeman hem stelt. Kennisniveau van je medewerkers, ook dat is vrij simpel, klinkt vrij simpel. Maar daar heb je heel veel mensen voor nodig. Niet in de laatste plaats bestuurders in je organisatie die zeggen dat het mag. En zoals Mariska al zei, je motivatie om samenwerken met de wetenschap is simpel. Het is dom om iets te blijven doen waarvan bewezen is dat het niet werkt. En niet te doen waarvan bewezen is dat het werkt. Ook dat is weer een simpele die we op een slide zouden kunnen zetten. In Karantengroep hebben we gekozen voor het delen van kennis. Het is ook wel belangrijk dat je daar echt voor kiest. We bekijken met elkaar... Oh, dan mag ik de volgende. Er zijn nieuwe inzichten worden uitgewisseld. Dus waar zijn we nou de hele dag druk mee? Wat speelt in de omgeving en hoe ga je daarmee om? Dat wisselen we uit en we stellen thema's centraal. En we hebben de opdracht voor elkaar en voor onszelf om state-of-the-art kennis naar binnen te halen. Maar ook te zorgen dat we samenwerken met universiteiten om weer te zorgen dat dat wat ons beweegt ook bij hen terechtkomt. Co-creatie, het is allemaal nog niet prachtig, want we hebben ook nog niet altijd al die invalshoeken die cliënten erbij betrokken en dat het helemaal klopt, maar we doen wel heel erg ons best. We willen de vertaalslag maken van onderzoek naar praktijk en daarmee kunnen we meer. En het is toch een beetje dom in Nederland dat iedereen zijn eigen wil zit uit te vinden. Toen ik bij de VGN al die cliëntervaringsinstrumenten moest toetsen of dat ze in de waaier mochten, heb ik geloof ik een stuk of 50 geteld. En dat kan toch eigenlijk niet waar zijn dat je op 50 plekken bezig bent met iets te ontwikkelen. Waarbij ik ook wel begrijp dat je ook graag zelf regie hebt over wat je ontwikkelt. En dat speelt natuurlijk ook mee. We hebben binnen Karantengroep, ik werd door gevraagd om mij snel even iets over te vertellen. We hebben communities. Nou ja, ik noem dat expertisegroepen, dat is de link naar vanmiddag. Maar we hebben expertisegroepen, we hebben een expertiseplatform, we hebben werkgroepen, netwerktafels, masterclasses, trainingen, een sharing day, praktische instrumentenontwikkelaars, een digitaal kennisnet. Toen we daar 10 jaar geleden mee begonnen, had ik geen idee waar ik aan begon. Maar ik dacht, ja, het zal in deze wereld waarin je verspreid zit over Nederland wel handig zijn om iets digitaals te doen. Nou, dat bleek zo te zijn. En we hebben een Doorbraak Plus. En dat wil ik even noemen, omdat Doorbraak Plus de resultante is van de wens van mensen die kennis deelden om ook iets te doen met die kennis. Dat waren de mensen van de expertisegroep of de community. Er zitten ook mensen gedragsproblematiek die zeiden, ja, we hebben nou alles wel eens een beetje uitgewisseld wat we nu weten. En wat we nog niet weten, weten we nog niet. Maar we willen iets doen met elkaar. Daar is Doorbraak Plus uitgekomen waarbij mensen zeiden, wij willen heel graag daar waar je echt van zegt, dat is hartstikke ingewikkeld in mijn organisatie, ik krijg het in mijn eentje niet voor elkaar. Daar willen wij samen aan werken om te zorgen dat dat beter wordt. In een aantal dagen, effectief en efficiënt, als versterking juist van mensen op de werkvloer. Die empowerment zat er heel erg in. En ik sprak een zus van een van de cliënten, wiens kwaliteit van bestaan echt beter geworden is, mede daardoor. En die zei, al had je het alleen maar voor mijn zus bedacht, dan ben ik al blij, al werkt het alleen maar voor haar. Want we doen eigenlijk gewoon een aaneenschakeling van kleine dingen. We doen niet hele grootse dingen. Ik zat te denken, ja, wat doen we nou eigenlijk? Misschien wil je dat wel weten, hè? Wat we nou doen. Dus ik sprak een van de voorzitters van een zo'n community of expertisegroep. Ik zei, wat doe je nou eigenlijk? Hoe moet ik dat nou uitleggen? En dan gaan mensen vast zeggen, oh, wij ook, hè? Dat is vaak zo. Toen zei ze, nou, ja, wat wij bijvoorbeeld doen met onze expertisegroep in autisme, is dat we in de 8 organisaties in hun magazine zeggen, heb je een vraag, bel ons. Dan halen wij namelijk vragen op en dan kijken we waar mensen mee bezig zijn. Maar wat we ook doen, we hebben een basiscursus autisme, die kan iedereen downloaden in heel Karantengroep, en heb je toch over 1000 mensen, maar die moeten we wel even aanpassen aan de tijd, aan nieuwe inzichten en aan de DSM-5. En hij was 1100 keer gedownload. En dat vind ik dan toch wel leuk. Ik heb geen idee of in een norm wetenschappelijk gezien wat dat betekent. Maar voor mij is 1100 dan best wel veel.
We willen het klein houden, van betekenis zijn en mensen meegeven dat delen mag. Daar wil ik nog wel iets over zeggen. Want ik krijg heel vaak de vraag, mag ik dat wel gebruiken van jou? Want het, ja, het is bij ons ontwikkeld. En dan zeg ik dan, nou, het is allemaal volgens mij met ABBZ en straks WLZ of WMO of jeugdwet geld ontwikkeld. Dus wie ben jij dat het van jou zou moeten zijn? En als je er heel veel tijd en energie in gestopt hebt, is het wel aardig dat als iemand het van jou gebruikt, dat hij dan zegt, hé, dat heb ik van die. En dan kan je het gewoon gebruiken. Het vraagt verbinding, er is net al veel over gezegd, lef, passie, bescheidenheid. We hebben ook wel eens de neiging in de sector om te zeggen, weet jij dat nog niet, dat weet ik al lang. En het aardige is als mensen een beetje meer in verbinding komen met elkaar, dat ze zeggen, goh, dat is interessant. Hoe heb je dat gedaan? Wat kan ik daarvan leren? Nou, dan ga ik naar mijn laatste. De community is eigenlijk een expertisegroep. En ja, de praktijk is soms heel snel. Hè? Lucienne die vroeg aan mij, kan je niet even opschrijven wat je dan met die community kennis in de praktijk wou doen? Ik dacht, ja, even opschrijven. Nou, en wil je het morgen inleveren? Daar heeft de universiteit wel zijn handje van, hoor. Wil je even draagvlak creëren voor dit onderzoek en volgende week even, eind van de week even je handtekening zetten? Of van, ja, jij presenteert daar, dat weet je nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Ja, ik vind het hartstikke leuk, want ik ben er heel blij mee dat ik deel uit mag maken van Transo. Omdat ik vond vanmorgen ongelooflijk inspirerend. Dus dan ben ik ook heel trots dat ik daarbij mag zijn. Maar de praktijk heeft soms wel een beetje andere dingen ook aan zijn hoofd. Is geen verwijten. Dus aan de andere kant is het zo, als je de hele dag in die praktijk bezig bent, kun je best bedenken wat je graag zou willen. En Mariska en ik hadden er al vaker over gesproken en we zeiden, we zijn in Vincentius in Udenhouden, dat is toch een beetje het zuiden. Daar willen we toch nog wel wat slagen maken. En wat hebben we daarvoor nodig? Verbinding tussen leidinggevenden, tussen begeleiders, tussen orthopedagoog. Verbinding op die relationele visie. Nou, sommigen van u zullen weten dat wij CCC hebben. Tess doet ook onderzoek bij Transo naar CCC. Maar het is ook slim om buiten de deur te kijken en niet te zeggen, nou, we hebben CCC, dus we weten het wel. Dat zou ook echt dom zijn. Dus ik dacht, nou, het is eigenlijk wel aardig om kennis over die empowerment binnen te halen en te kijken of dat ons sterker kan verbinden. En dat dat iets toevoegt aan de sterke ideeën die wij al hebben. Want dat verbindt ook meteen. Als het dreigt te splijten, dan kun je beter inhoudelijke kennis over wat cliënten graag willen naar binnen halen. Want dat verbindt en dan gaan mensen daarmee aan de slag. Nou ja, er zijn altijd uitdagingen om te verbeteren. We willen dat iedereen meedoet, dat het echte co-creatie wordt. En door die verbinding willen we een verdieping van relationeel werken bereiken. De relatie tussen cliënt en begeleider versterken en daarmee kwaliteit van bestaan van cliënten versterken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus ik ben alleen maar heel blij dat ik hier sta vanmiddag. Dank jullie wel. Dank je wel, Mariska en Hanneke. We hebben het gehoord, Hanneke. Wij schrijven voor jou. Ik heb nog een laatste slide. Het is een ontdekkingstocht geweest en een aantal van de leden van de community zitten daar op een rijtje waar Mariska natuurlijk ook bij hoort. En ik ben heel blij dat ik die ontdekkingstocht samen met jullie heb mogen doen. En ook zeker met de begeleiding van Petri en Jolanda, maar dat we daar samen eigenlijk iets moois maken. En het zijn leuke bijeenkomsten, wij zorgen steeds voor de koekjes en voor de cake en we hebben er altijd iets bij. En iedereen zegt, oh, we hebben iets lekkers. Het zijn leuke bijeenkomsten, maar de verbinding waar jij net over spreekt, dat zie je echt, dat we echt bij elkaar komen. En ik ben ontzettend blij dat ik dat met jullie samen kan doen, dus ik wil jullie heel graag daarvoor bedanken. En dat doen we samen met Jolanda en Petri. En wij hebben allemaal een bos bloemen voor jullie, dus of je even naar voren wil komen.
Nou, we beginnen met, als ik het goed heb, met de Anton Dusje Scriptieprijs. Het is heel veel vandaag, dus al op het eind vinden jullie te hebben op het eind van de dag, dan gaat het ook van alles door je hoofd. Onder andere, wie is er eerst de Jan van der Kruisprijs of de Anton Dusje Scriptieprijs? We beginnen met de laatste. En ik ga direct wat dingen oplezen uit het juryrapport. Maar vooraf wil ik elke keer zeggen dat ik het ontzettend bijzonder vind dat we twee prijzen aan onze academische werkplaats en aan de leerstoel hebben. Dat ik het heel erg bijzonder vind dat met name in dat gedeelte, die rij, de concurrerende genomineerden naast elkaar zitten. En dat jullie ook jullie prachtige producten onderhanden en posters voor bij de inschrijfbalie hebben kunnen laten zien aan mensen. Dat wij, en dan gaan de juryvoorzitters ook nooit een ander, of de mensen die het juryrapport verder met mij voorlezen, iets over vertellen. Maar dat de kwaliteit en de hoeveelheid aanmeldingen enorm toegenomen is. Dus ik vind het fantastisch wat jullie allemaal hebben gedaan. Maar helaas is het natuurlijk zo dat er één iemand de prijs krijgt. Voor die ene is het heel erg fijn, maar voor de andere is het helaas, zullen we zeggen. Dus ik begin met het juryrapport van Anton Dusje. Dames en heren, dit is de derde keer dat de Anton Dusje Scriptieprijs wordt uitgereikt. De Anton Dusje Scriptieprijs is een prijs op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking, bij psychopathologie en of gedragsproblemen. De scriptieprijs wordt uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op dit onderzoeksgebied van de afgelopen 2 jaar. De Anton Dusje Scriptieprijs is door de stichting Vrienden van Nieuws Brabant ingesteld in samenwerking met de school School of Social and Behavioral Science van Tilburg University en Stevig, onderdeel van Dichterbij en is verbonden aan mijn leerstoel, mensen met een verstandelijke beperking, psychopathologie en behandeling. Voor de winnaar wordt een bedrag van €5.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast zal de winnende scriptie in verkorte vorm gepubliceerd worden in het tijdschrift Orthopedagogiek, Onderzoek en Praktijk. De Stichting Vrienden van Nieuws Brabant en in het bijzonder de heer Jos Nouts, wil ik oprecht danken voor het instellen en continueren van deze scriptieprijs. De prijs is vernoemd naar professor Anton Dusje. Professor Dusje was een van de eerste in Nederland die vasthoudend en met oog op gezonde ontwikkeling van mensen de zo noodzakelijke zorg voor de geestelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking over het voetlicht bracht. Door onderzoek, diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met complexe problematiek vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Resulterend in een model voor integratieve diagnose en behandeling is hij nog steeds een bron van inspiratie voor velen. Helaas is hij vandaag zelf verhinderd, maar desalniettemin blijft dit een enorme bron van inspiratie voor velen van ons. De kwaliteit van de hulpverlening aan kwetsbare medemensen optimaliseren kan gerealiseerd worden door op verschillende manieren verbinding te zoeken. Zoals we al eerder hebben gezegd, verbinding tussen hulpverleners, cliënten en cliëntsystemen, maar ook de verbinding tussen praktijk, opleiden en onderzoek. De Anton Dusje Scriptieprijs is een prachtig initiatief in het verbinden van deze drie eenheid. Zoals ik al zei, is dit de derde keer dat de Anton Dusje Scriptieprijs wordt uitgereikt. In totaal hebben 10 studenten hun masterscriptie ingediend voor de scriptieprijs. Met veel plezier heeft de jury de afgelopen periode de inzendingen voor de prijs mogen lezen en wegen. De jury bestaat uit zowel afgevaardigden van de klinische praktijk als van de wetenschap. Professor Dr. Anton Dusje zelf uiteraard, professor Dr. Anna Bosman, professor Dr. Henk Garretsen, professor Dr. Bea Maas, Dr. Anders Jos Nouts, Dr. Anders Harm Bijgegangs en ikzelf als juryvoorzitter. Dr. Wietske van Oorschouw is opgetreden als secretaris van de prijs. En ik geef nu graag het woord aan de heer Jos Nouts voor het vervolg van de prijsuitreiking. De onderwerpen van de ingezonden scripties zijn heel divers en van kwalitatief hoog niveau. De beoordelingscommissie heeft de samenvatting beoordeeld en 3 inzendingen geselecteerd en uitgenodigd om de volledige scriptie in te zenden. Voordat we de winnaar bekendmaken, stel ik graag de 3 genomineerde scripties voor. De eerste is de validiteit van de schaal van emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking, revised, de SEOR. Onderzoek naar de soortgenootvaliditeit en gelijktijdige criteriumvaliditeit van de SEOR. Geschreven door Lore Risquet,
onder begeleiding van professor Dr. Stijn van der Velden van de Universiteit van Gent. Loren riskeert dit onderzoek met als doel om de schaal voor emotionele ontwikkeling revised wetenschappelijk te valideren. Het doel was na te gaan of de SEOR psychometrisch voldoet, waardoor deze gehanteerd zou kunnen worden als instrument om het niveau van emotionele ontwikkeling te bepalen en de behandeling te optimaliseren. In het bijzonder stond het vaststellen van de soortgenootvaliditeit en de criteriumvaliditeit in de scriptie centraal. Soortgenootvaliditeit wil zeggen dat je een inschatting probeert te maken van de vraag of een instrument, in dit geval de SEO, daadwerkelijk het begrip meet dat je wilt meten. Dat doe je door het instrument te vergelijken met andere, reeds onderzochte instrumenten, soortgenoten dus, die niet precies hetzelfde begrip meten, maar die een begrip meten dat hier nauw mee samenhangt. De tweede scriptie heet Attributies van begeleiders over grensoverschrijdend gedrag van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Hij is geschreven door Loes Maas onder begeleiding van Dr. Hannes Kim van de Bogaert van Tilburg University. Loes Maas deed een onderzoek naar de vraag of er sprake is van variatie in de manier waarop begeleiders agressief gedrag, zelfverwondend gedrag en seksueel ongepast gedrag van cliënten met een lichte verstandelijke beperking attribueren. Attribueren heeft te maken met de wijze waarop begeleiders het uiten van probleemgedrag ergens aan toeschrijven of verklaren. Bijvoorbeeld de mate waarin een cliënt agressief gedrag zelf kan controleren. Doet iemand het expres of kan hij er niks aan doen? Omdat het bijvoorbeeld een neurologische oorzaak is, waardoor of dat er problemen zijn in de prikkelverwerking. De attributies die de begeleider heeft, bepalen het gedrag en de houding van de begeleider richting de cliënt. Wanneer de resultaten van deze studie gecombineerd worden met observatiestudies, vormen ze een uitgangspunt voor het ontwikkelen van interventies voor begeleiders toegespitst op de omgang met agressief gedrag, zelfverwondend gedrag en seksueel ongepast gedrag. De derde scriptie gaat over de invloed van zorgtechnologie op de zelfredzaamheid van cliënten. Een case study naar mensen met een verstandelijke beperking. Hij is geschreven door Hanneke Schipper, onder begeleiding van Dr. Irma Bogenrieder en professor Dr. Alexander Maas van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hanneke Schipper deed onderzoek naar de applicatie beeldzorg. Die is aangeboden binnen Tragel of Tragelzorg, waarin gebruikers met elkaar communiceren door videocontact op zorg om zorg op afstand te kunnen bieden. Zowel cliënten, professionals als mantelzorgers kunnen van deze applicatie gebruik maken. Zorgtechnologie wordt door de volledige zorgdriehoek ervaren als een grote positieve invloed op de zelfredzaamheid van de cliënten. Het moment supreme. Het oordeel van de jury. Bij het beoordelen van de scripties heeft de jury op meer aspecten gelet. Belangrijk waren de bijdrage aan de ontwikkeling van onze kennis en of het denken over de doelgroep, vernieuwing, beleidsrelevantie, analytisch niveau, grondigheid van het onderzoek, oorspronkelijkheid, creativiteit, wetenschappelijke waarde en de bruikbaarheid in de praktijk naast de leesbaarheid. Nogal een lijstje, ja. Alle drie de scripties hebben een goede kwaliteit. Maar er kan nog maar één bekroond worden. Met groot genoegen maakte de jury de winnaar van de Anton Dosje Scriptieprijs 2015 bekend. Loren Wiske. Met haar scriptie over de validering van de SEOR. Hierbij heeft de jury de volgende onderbouwing gegeven. Allereerst is het onderzoek wetenschappelijk uitstekend uitgevoerd en geeft dit aanleiding tot het stellen van diverse relevante vervolgvragen. Bovendien sluit het thema van de scriptie uitermate goed aan bij de doelstelling van de Anton Dosje Scriptieprijs. De SEOR is bij uitstek geschikt voor onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking en psychopathologie en of gedragsproblemen. Ik zie dat ik een deel heb overgeslagen.
Het is niet te geloven. Ik ga het toch voorlezen, dat is heel belangrijk, denk ik. Het instrument zelf is niet nieuw. En de doorontwikkeling ervan is zeer relevant voor de klinische praktijk. Hij draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek met een vernieuwingsimpuls. En het belangrijke van de scriptie zit dan ook in de uitstekende wetenschappelijke uitvoering en de beschrijving van scriptieonderzoek, de relevantie van het onderwerp voor de doelgroep voor mensen met een verstandelijke beperking en de geboden vernieuwingsimpuls voor de doorontwikkeling van een schaal die in de klinische praktijk een breed onder de aandacht is voor professionals. Dat is zo belangrijk wat ik toch nog gezegd heb. Lorraine. Innovatieprijs voor de tweede keer uitgereikt. De prijs is een eerbetoon aan Jan van der Kruis, die in 2012 afscheid nam als voorzitter van de Raad van Bestuur van Dichterbij. En de prijs is door Dichterbij ingesteld in samenwerking met Hanzo en is gekoppeld aan de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. Het is een samenwerking, zoals jullie weten, vandaag van 8 zorginstellingen, de LRP en Tilburg University. En de prijs zal eens in de 2 jaar worden toegekend aan de winnaar met een bedrag van 5.000 euro. Graag wil ik Dichterbij oprecht danken voor het instellen en continueren van deze innovatieprijs. De prijs is vernoemd naar Jan van der Kruis en zoals gezegd een eerbetoon, maar ook een prijs die staat voor waarden die voor Jan van essentieel belang waren en zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Te weten innovatie, menslievende zorg, investeren in langdurige zorgrelaties en het brug slaan tussen theorie en praktijk. Het betreft daarom een innovatieprijs die bedoeld is voor iedereen die een brug wil slaan tussen onderzoek en praktijk en daarmee de positie van mensen met een verstandelijke beperking en de kwaliteit van hun bestaan verbetert. Het is dus, ik moet heel even zoeken naar een ander kleurtje, sorry. Het is dus bovendien een prijs die past bij het thema van het symposium van vandaag, co-creatie in werking. Samen nieuwe wegen bewandelen en creatieve processen in gang zetten die alleen succesvol kunnen verlopen vanuit een stevige verbinding tussen mensen en een gelijkwaardige dialoog tussen praktijk en wetenschap. En het is vandaag voor de tweede keer en wij zijn onder indruk van het aantal inzendingen. De eerste keer dat de prijs werd uitgereikt in 2013 waren dat er 14 en nu maar liefst 32 voorstellen. Het doet de jury dan ook deugd om te zien dat de prijs in de afgelopen 2 jaar bekendheid heeft gekregen. De jury heeft alle inzendingen met genoegen bekeken en beoordeeld en daarbij geconstateerd dat niet alleen het aantal, maar ook de kwaliteit van de inzendingen sterk toe is genomen. De jury bestaat uit professor Dr. Henk Garretsen, voorzitter Transo Tilburg University, meester Willem de Gooijen, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Stijnmens de Compaan en momenteel voorzitter van Disability Studies, Frank Holtman, voorzitter Raad van Bestuur Dichterbij en ikzelf. Dr. Wietske van Oorschouw is opgetreden als secretaris voor de prijs. En ik geef nu heel graag het woord aan meester Willem de Gooijer voor het vervolg van de prijsuitreiking. Ja, zoals gezegd, 32 ingezonden voorstellen die zeer uiteenlopend van karakter en inhoud waren. De beoordelingscommissie heeft alle inzendingen beoordeeld en de 3 meest innovatieve inzendingen nader bestudeerd en voorzien van een onderbouwing. Voordat we de winnaar bekendmaken, geef ik graag een korte omschrijving van de 3 genomineerde inzendingen. Het doet mij genoegen om hierbij te vermelden dat de 3 nominaties na de uitreiking te bezichtigen zijn in de foyer van de aula, waar ik meegezien te hebben dat die reeds nu te bezien waren. De eerste genomineerde betreft Serious Game Dojo, of Dojo. Ik heb even geoefend wat de uitspraak betreft. Ingediend door Karin Nijhoff en werkzaam bij Plurijn. Dojo is een serious game om emoties te leren reguleren en om te gaan met stressvolle situaties. De game draagt de speler uit om stressregulerende technieken toe te passen. Omvat een biofeedback
hardware om de lichamelijke staat van arousal te monitoren gedurende het spelen van de game. Dojo moedigt de jongeren aan om de associatie tussen de emotionele arousal en de lichamelijke reactie te leren herkennen en de lichamelijke arousal te reguleren. De huidige generatie jongeren groeit op in een digitale wereld met games, social media en andere technische snufjes. En die digitalisering biedt veel nieuwe kansen voor de behandeling van jongeren met ernstige gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking. Door gebruik te maken van games in de behandeling wordt dus aangesloten bij de belevingswereld van de jongeren. En dat vergroot de betrokkenheid bij de behandeling. En deze nieuwe benadering kan een positieve impuls geven aan de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van bestaan. Dojo is de enige game die inmiddels in een residentiële setting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking middels een RCT-studie is getest op effectiviteit. Dan de tweede genomineerde, die betreft een GO-OV, ingediend door Las Nivelov, werkzaam bij GO-OV BV. Het is een heel spel van afkorten. GO-OV is een dynamische reisbegeleidingsdienst die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer. En met GO-OV kan een reisbestemming altijd en veilig bereikt worden. GO-OV is een dienst op een smartphone die een reiziger van deur tot deur ondersteunt met gedetailleerde looproutenavigatie en actuele dynamische OV-reisinformatie. Als de reiziger vastloopt tijdens de reis, biedt het callcenter de reiziger telefonische ondersteuning en zet eventueel een taxi in. In 2011 werden de eerste ontwikkelingen van GO-OV in gang gezet. In 2013 is het prototype in nauwe samenwerking met cliënten doorontwikkeld tot het huidige product. Vanaf maart 2014 is een brede proeftuin opgezet om het effect voor mensen met een verstandelijke beperking zelf en de maatschappij vast te stellen. Met de overstap naar GO-OV kan fors worden bespaard op de huidige reisbezetting. Maar het biedt ook mogelijkheden om inclusief deel te nemen aan de samenleving. Met GO-OV krijgen mensen met een verstandelijke beperking een kans om zich veilig en zelfstandiger in de maatschappij te bewegen. Om daarmee hun zelfredzaamheid en of kwaliteit van leven te vergroten. GO-OV is daarmee een sociale onderneming die met haar dienstverlening past in wat we hedendaagse de participatiesamenleving noemen. Dan gaan we naar de derde genomineerde, weer een afkorting, TCM Klok, ontwikkeld en ingediend door Theo Pol, uitvinder en vader van een zoon met een verstandelijke beperking. De TCM Klok is een nieuw instrument voor oriëntatie in de tijd. Het biedt mensen die geen besef van tijd hebben, meer overzicht en structuur in het verloop van de dag en de nacht. Kleuren bepalen in welk dagdeel je bent. Dit is uit te breiden met de pictogrammen om momenten en vaste tijden van de dag te accentueren. De ervaring leert dat mensen met een verstandelijke beperking na bepaalde tijd steeds meer besef krijgen van vaste gebeurtenissen en hetgeen weer rust kan geven. Met behulp van een LED-verlichting kan een relatieve tijdsinschatting worden gemaakt met betrekking tot het moment van de dag, een bepaalde periode en of een gebeurtenis. Belangrijke momenten gedurende de dag, denk bijvoorbeeld aan ontbijt, aankleden, spelen, etc., kunnen worden weergegeven met LED-iconen. Ook de dagen van de week zijn herkenbaar met gekleurde LED-lampjes. Het idee voor de TCM is letterlijk vanuit de praktijk ontstaan. Na 's nachts meerdere malen gewekt te zijn door zijn zoon met de vraag of het al ochtend was, ging Theo Pol op zoek naar mogelijke oplossingen. De TCM is een maatje van zijn zoon geworden. Natuurlijk vindt hij de lampjes en kleurtjes leuk, maar belangrijker nog, het geeft hem structuur en daarbij rust. Wat betreft de uitslag en het oordeel van de jury, want daar stonden we natuurlijk voor na het doorbrochten van 32 inzendingen, hebben wij met name gelet op de volgende drie aspecten. Allereerst het innovatieve karakter van het initiatief of het product.
Ten tweede de relevantie van de inzending op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. En het laatste, derde aandachtspunt voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk. En er ontstaat nu tromgeroffel, want de uitslag van de jury heeft ertoe geleid dat wij met genoegen u laten weten dat de prijs, ik moet zeggen, naar Rijkberaad toegekend is aan GO-OV, ingediend door Las Nieuwenhof. En hierbij heeft de jury de volgende onderbouwing gegeven. GO-OV is de eerste dynamische reisbegeleidingsdienst voor het openbaar vervoer in Nederland, die rekening houdt met de actuele reislocatie, relevante reisinformatie op de route en die op de juiste momenten reisinstructies aanreikt en alternatieve reisroutes adviseert. De reiziger kan tijdens de reis gebruik maken van verschillende functies: track and trace op een smartphone of een andere device, reisbegeleiding, telefonische ondersteuning en niet onbelangrijk thuisbrenggarantie. Was voor mijn kinderen ook een goede geweest. De jury oordeelt dat GO-OV een product is met meerdere mogelijkheden. GO-OV ondersteunt niet alleen mensen met een verstandelijke beperking, maar is ook inzetbaar bij een brede groep van kwetsbare burgers voor wie autonomie en regie over het eigen leven een groot goed is. Een heel belangrijk punt hebben wij dat gevonden. Het product is namelijk multi-inzetbaar en sluit aan bij de ontwikkeling waarbij de kwetsbare burger steeds meer centraal komt te staan. GO-OV is meer dan een gedachtespinsel. In 2011 kwam de ontwikkelvraag binnen bij het innovatieteam van CISA. En na een brainstorm met cliënten, mantelzorgers, begeleiders, gedragsdeskundigen en technologiefirma's is er toen een prototype gemaakt en vervolgens getest. Verschillende verbeterslagen leidden tot de ingebruikname van het uitontwikkelde prototype door de toenmalige kroonprins eind 2012. Of hij ook gebruik moet maken van dit systeem is niet vermeld. In 2013 is dat prototype in nauwe samenwerking met cliënten doorontwikkeld tot het huidige product. Vanaf maart 2014 is een brede proeftuin opgezet met 100 gebruikers uit 5 organisaties. Te weten CISA, Paameijer, Plurijn, Avelijn en Sovar. Dit alles maakt dat het product een gedegen ontwikkeling heeft doorgelopen. Samengevat is GO-OV een product dat een brede toepassing kent, conceptueel goed is uitgevoerd, gedegen is doorontwikkeld en unaniem de stem van de jury kreeg. Dit alles bij elkaar heeft de jury ertoe doen besluiten om de inzending van Las Nieuwenhof als winnaar te verkiezen. En die zou ik nu ook graag een bos bloemen en andere attributen willen overhandigen. Is, maar Lars staat in een file. Dat niet in het openbaar vervoer, maar. Oké, jongens, de borrel wacht. Voordat we naar de borrel gaan, één hele korte vraag. Of iedereen of hij gaat zijn wets wil inleveren. En voordat we naar de borrel gaan, natuurlijk een dankwoord. Ik wil in de eerste plaats vanzelfsprekend jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Anders deed het van Jan Doedel. In de tweede plaats wil ik iedereen bedanken die hier vandaag op het podium het woord heeft gevoerd. Ik wil iedereen bedanken die actief is geweest in de workshops. Ik wil natuurlijk de prijswinnaars feliciteren en de andere genomineerden net zo goed. En ik wil tot slot heel veel dank uitspreken, niet alleen aan Petri, maar aan alle medewerkers van de academische werkplaats. Ik heb gezien hoeveel werk erin is gaan zitten, hoe belachelijk vroeg zij vandaag allemaal al aanwezig waren. En hoe lang zij hier ook nog zullen blijven nadat wij allemaal al lang weer thuis zijn. Dus graag voordat we naar de borrel gaan, een applausje voor alle medewerkers.